We'll be right back.
Yes, goedenavond. We zijn hier in Urk bij Camera Nu. Ik ben Vincent Riemersma en ik ga van jullie vanavond heel veel dingen vertellen over sportfotografie. Met als titel Meer dan een telelens, omdat ik denk dat heel veel mensen verkeerd denken over sportfotografie. Maar hou me even vast, voordat je nu al boos wordt. Mede mogelijk gemaakt door dus Camera Nu en Nikon. Dit is het programma vanavond. Ik zal anderhalf uur vullen als ik snel genoeg praat en jullie niet te veel vragen stellen. En daarna komt Emiel de Jong van Nikon School en die gaat jullie eigenlijk al jullie technische vragen beantwoorden. En dus als je vragen hebt, ik heb hier ook een laptop, heb je ze aan mij, probeer ik ze te beantwoorden. Gaat het meer specifiek over bijvoorbeeld Nikon Z9, technisch autofocus, dat soort dingen. Dan gaat Emiel het straks van mij overnemen. Dus heb je vragen, stel ze gerust. We gaan proberen alles te beantwoorden. Ook tijdens het... tijdens de presentatie. En als het niet lukt, dan proberen we dat uiteraard achteraf te doen. Veel plezier. Ik begin even kort over mezelf. Wie ben ik? Waarom zit ik hier? Dan een stukje over natuurlijk sportfotografie, want dat is wat ik doe. Mijn sportfotografie. En dan eindigen we met mijn 5 tips voor betere sportfoto's, waar hopelijk iedereen iets aan heeft. Even kort over mezelf. In 2005 ben ik afgestudeerd. Ik heb HBO Natuurkunde gestudeerd. Daarna ben ik gelijk gaan werken in een ziekenhuis op de bestralingsafdeling. Zoals hier te zien. En toen kocht ik in 2008 mijn eerste Nikon D60. En als je op mijn Flickr-account kijkt, is dit de eerste foto die erop staat. Niet heel best, denk ik. Maar misschien potentie. 2012 begon ik voor het eerst met sportfotografie. Mijn vrouw ging schaatsen en stond eigenlijk nooit op de foto omdat ze nooit op kop reed. Ik denk, dan ga ik dat doen. En dat was toevallig ook gelijk een hele goede natuurijswinter. En daar heb ik onder andere dit beeld gemaakt. Dus al zeg ik het zelf, ik begon niet heel slecht. En toen is ook wel een beetje het vuurtje soort van gaan branden van, hey, dit is leuk. Maar alles nog hobbymatig, zoals we denk ik allemaal begonnen zijn. Toen, een jaar later, had ik mijn eerste publicatie. Voor de mensen die het herkennen, dit is Max Verstappen in Rotterdam, die reed in de vangrail. En ik stond op een plekje waarvan iedereen zei, daar moet je niet gaan staan, want dat is niet zo'n goed plekje. En dat heb ik altijd wel in mijn hoofd gehouden, dat als iedereen zegt, daar moet je niet staan, dan kan het soms best wel een goed plekje zijn. Ook al is het een lucky shot, soms gebeurt het op de plekken waar mensen het niet verwachten. 2014 had ik ook mijn eerste betaalde opdracht. Ik begon veel in het schaatsen, want ja, waar je mee begint, daar komen ook je eerste klanten. Dus ik was in die tijd ook in de winter veel op de schaatsbanen en als het vroor of in het buitenland op natuurreis. En toen in 2016 had ik eigenlijk zoveel opdrachten dat in maart mijn vakantiedagen op waren. En toen dacht ik van ja, nu moet ik gewoon mijn baan opzeggen. En sindsdien mag ik mezelf sportfotograaf noemen, voor wat het waard is, want dat kan natuurlijk iedereen zeggen. 2018 maakte ik deze foto, die zullen sommigen misschien herkennen. En daarmee won ik een jaar later de Zilveren Camera Sport, hier met de koning. En afgelopen februari was ik voor het eerst op de Olympische Spelen. Dus dat is denk ik redelijk snel gegaan, maar voor je gevoel nooit snel genoeg. Dus dat is een notendop hoe ik hier gekomen ben. Specialisaties is natuurlijk sport, dus vooral schaatsen. Aan het schaatsen gerelateerd het inlineskaten, veel wielrennen, inmiddels ook hardlopen. En daaraan verbonden veel portretten, commercieel werk en wat verder voor mijn lens komt. Maar sportfotografie, zoals ik al zei, ik denk dat heel veel mensen naar mijn idee verkeerd naar sportfotografie kijken. Omdat sportfotografie breder is of breder kan zijn dan veel mensen denken. En daarom heb ik soms ook het idee dat mensen denken sportfotografie is niks voor mij, omdat ze het te veel in een hokje zien. Want als je op Wikipedia kijkt, dan staat er sportfotografie verwijst naar het genre dat alle soorten sport omvat. In de meeste gevallen professionele sport en het is een tak van fotojournalistiek. En als ik denk aan journalistiek, dan denk ik aan een schaatser op een ijsbaan, gewoon een scherpe foto. Of iemand die wint, want dat is natuurlijk journalistiek. Wie wint er, die moet op de foto en die staat de volgende dag in de krant. En als we bijvoorbeeld naar tennis kijken, wie het ook mag zijn, van mijn part is het een Nadal of een Federer, maar gewoon een scherpe foto van een actie. Of iemand die juicht als die gewonnen heeft. Misschien zelfs een podiumfoto die we hebben na iedere wedstrijd. Want fotojournalistiek, dat zie ik als een registrerende bezigheid. Je legt alleen maar vast wat er gebeurt. Het is reactief. Je reageert op wat er gebeurt zonder dat je vooraf bezig bent met wat kan er misschien gebeuren. En je hebt natuurlijk geen invloed op de gebeurtenis of de actie. Nou, dat zal natuurlijk altijd zo blijven in sport, behalve in trainingen of in specifieke shoots. En het moment is in de journalistiek natuurlijk veel belangrijker dan het beeld. Je kunt beter het moment hebben, niet zo mooi,
dan dat je het moment niet hebt. Ja, en dan maakt het eigenlijk niet meer uit of het mooi is of niet. En mensen denken bij sport natuurlijk altijd aan grote lenzen. Hele grote lenzen, hele dure lenzen. Allemaal te koop hier. Maar ik zie het dus net een beetje anders. En ik denk dat dat in sommige gevallen mij onderscheidt, of in ieder geval mijn fotografie onderscheidt van sommige collega's. Want ik denk dat sportfotografie ook kan zijn dat je beeld gaat creëren. En dat je proactief vooraf gaat nadenken, wat wil ik maken of wat gaat er misschien gebeuren. En als het dan gebeurt, waar zou het dan gebeuren? En als je dan mijn beelden op een hoopje gooit, dan denk ik dat ja, 75% is wel dat standaardbeeld wat iedereen maakt. Maar die 25%, ja, dat is het beeld waarmee ik me probeer te onderscheiden en waarde probeer toe te voegen in de markt. Dus dat ik niet alleen de finishfoto heb, maar dat ik ook een mooi en uniek beeld heb. Of dat ik de finish net even anders heb dan de rest. En ik heb natuurlijk geen invloed op de gebeurtenissen, maar wel op de compositie of het standpunt. En als iedereen op de ene plek staat, zoals weer met die Max Verstappen foto, waar misschien de bocht heel mooi is en waar heel veel snelheid in de auto te zien is, ja, dan kun je misschien op een andere plek, als je een beetje geluk hebt, iets anders maken. En soms hoef je niet eens geluk te hebben, omdat je weet waar het gebeurt. En voor mij is het beeld dus minstens, en soms zelfs belangrijker, dan het moment. En dat is ook weer niet zo zwart-wit, want als je op de Spelen bent, weet je, als er iemand Olympisch kampioen wordt van Nederland, dan moet je het natuurlijk hebben. Maar je wilt het ook mooi hebben en je wilt het misschien net even anders hebben. En voor mij is fotografie veel meer dan alleen een telelens. Dus ik heb in de beelden die je laat zien, daar zie je beelden met 400 mm, 300 mm. Maar ook met een groothoek en een fisheye. Ik werk veel met een 35. En bij sommige beelden heb ik het ook bijgezet. Dat je ook ziet van, je hoeft niet alleen maar een grote lens te willen hebben om een mooi sportbeeld te kunnen maken. Dus als je hem zo maakt tijdens een race, dan zou je tijdens dezelfde race hem ook zo kunnen maken. En misschien als alleenstaand beeld is het misschien minder interessant, maar als je dan in een serie gaat kijken, en daarom heb ik hier specifiek gezegd series, dus soms heb ik een heel creatief beeld, wat als alleenstaand beeld misschien net iets minder relevant is, maar als je het dan als een geheel ziet, je hebt je close-upje, je hebt je finish en je hebt een beeld met snelheid, dan kun je net een onderscheidend beeld gaan maken. Dus als er iemand dan wint, dan kun je misschien ook een keer door het publiek maken. Daar ben ik ook niet de enigste in, maar als je op heel veel manieren net een ander beeld probeert te maken, dan kun je je daarmee ook proberen te onderscheiden. Dus een tennisfoto, in dit geval met een 70-200, tja, dat is op zich een prima foto. Bal mooi in beeld, gezicht is scherp, klein beetje snelheid in het racket. Maar als je nou daarachter gaat staan met een groot hoekje en je gebruikt een lijn in het dak, dan heb je ineens een heel ander beeld. En dit is dezelfde speler, dezelfde baan, 5 minuten later, gewoon net even een andere compositie. En ik vind het een veel interessanter sportbeeld. Misschien als alleenstaand beeld niet, maar binnen een serie weer, ja, is het veel interessanter. En als er iemand dan wint, dan wil je dat natuurlijk hebben, in dit geval met de 400 mm, maar je zou hem ook met de fisheye kunnen schieten, in dit geval op een remote. Dus nu heb ik ze allebei, dit is precies hetzelfde moment. Dan heb je die context van waar het is, hoeveel publiek er was, de sfeer die er is, dat het een mooie zonnige dag was. En dan heb je gewoon net een ander beeldje, zeg maar, om, zoals ik altijd zeg, om waarde toe te voegen voor je klanten en je opdrachtgevers. En het podium van voren is mooi, want je wil die gezichten zien. En dan kun je over 10 jaar weet je nog wie er 1, 2 en 3 waren. Maar je kunt hem ook van achter maken. Zo tegen het zonnetje, silhouetje. Ook weer hetzelfde podium. In dit geval ook weer met een remote. Ik vind het een mooi beeld. Met die schaduwen op die vlaggen. En dan ga je meer het gevoel en de sfeer creëren weergeven die er toen was. In dit geval ook weer staat er rechtsonder in beeld met een 14 mm. Dus als je het zo ziet, is sportfotografie voor mij veel groter dan alleen maar de actie. Dus je zou kunnen zeggen, soms is sportfotografie ook een beetje landschapsfotografie. En studiofotografie met sporters, dat vind ik ook sportfotografie. En je kunt het artistiek maken of portret, misschien reportageachtig. Doe het in een stad met een skater en je kunt een beetje architectuurfotografie toevoegen, commerciële fotografie. Dus als je het voor jezelf niet te klein maakt, dan kun je zien dat sportfotografie gewoon heel divers kan zijn. En dat is wat ik zeg maar in de rest van deze presentatie wil laten zien. Hoe denk ik diversiteit het ten eerste heel leuk maakt. En ten tweede kun je dus ook in meerdere aspecten van sportfotografie specialiseren. Dus op de Olympische Spelen een scherpe foto. Dat is natuurlijk een van de onderdelen van sportfotografie. Dit moet je gewoon hebben. Het kan ook op een laag niveau. Weet je, bij je lokale club. Of je eigen kinderen, weet je, die wil je ook mooi op de foto zetten. Dat is ook gewoon sportfotografie. Maar je kunt ook naar mooie composities gaan zoeken. Dit is op de postbank, dit is vlakbij mijn huis. En dan ben ik gewoon, meerdere keren ga ik terug om te kijken van, hey, als ik een shoot ga doen, waar kan ik dan een mooi beeld maken? En daar komt dan zo'n beeld uit.
En dit is dan meer een landschapsfotografie. En dit is natuurlijk leuk als een sporter aan het trainen is, dat je gewoon goed ziet wie het is. Maar je kunt niet zien op welke klim dit is. Dus als je context gaat toevoegen en je hebt je schaatsertje of je fietser heel klein in beeld, dan zal de kenner weten, dit is de stijl voor jou. En dit is voor mij ook sportfotografie. Dus dan zie je al dat je het heel dynamisch en divers kan gaan maken. Dit is een scherpe schaatsfoto. Mooi in het licht, daarachter in de schaduw. Eigenlijk niks mis mee. Maar 5 minuten later maak ik deze foto. En dan ga je het licht gebruiken dat door de ramen op de ijsbaan valt. En hier is ook van tevoren over nagedacht. Van, hey, ik zag die schaduwpartijen, ik zag die lijnen. Kunnen we dat beeld maken? En dan ga je uitdenken, hoe kan ik dat maken? En in dit geval is het met een fotomast gemaakt die hier boven de baan hangt. Zo schuin. Met een fisheye lens om die hoek te maken. En vervolgens zet je hem recht. En dan heb je gewoon een heel artistiek beeld. En dat is wat ik het leuke vind aan sportfotografie. Dus dit moet ik maken. Het is belangrijk dat je ziet wie het is, dat het scherp is. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar je wil ook net dat andere beeld maken. Dus als je op een lager niveau kijkt, heel veel ouders die maken natuurlijk foto's van hun eigen kinderen en van de lokale voetbalteam of wat voor sport ze dan ook doen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om dat er mooi op te zetten. Maar je kunt ook meer het verhaal gaan vertellen. Dus dan wordt het meer een beetje reportagefotografie. Van, hey, deze was net verteld dat hij bijna erin mocht voor de wissel. En dan zie je hem een beetje zenuwachtig in zijn handen knijpen. Van, hey, wanneer gaat de scheidsrechter nou fluiten? Dan kan ik erin. En dan ga je meer het verhaal vertellen. En dat soort verhalen zit ook in fotografie. En dat kan op lage niveaus, maar natuurlijk ook gewoon in geval van voetbal, Champions League of een WK voetbal. En je kunt het meer kunstzinnig maken. Als al je collega's binnen zitten te editen. En dat je al hebt gezien van, hey, in de dweilpauze gaan alle discolampen aan. En dan de eerste rit, die is al aan het inrijden. En op dat moment zijn de discolampen nog steeds aan. En dan ga je kijken, kun je daarmee fototechnisch iets moois maken. En dan maak je gewoon dit beeldje in een full tee half. Maar je kunt helemaal niet zien waar het is. Maar ik vind het een mooi sportbeeld. Sportfotografie is ook portretten. Is het dan nog echt sportfotografie? Nou, weet je, misschien niet helemaal. Maar als je helemaal in het sportwereldje zit, ja, dan kun je waarde toevoegen als je ook goede portretten kan maken. En dan komt er een moment dat je gewoon voor de magazines dat mag gaan maken. Dus links zien we een model / hardloopster en rechts zien we een schaatster. En voor teams kun je dan de teamsfoto maken. En de portretten. En is het het leukste om te doen? Nee, voor mij niet. Maar het is wel dat je, als je al die facetten beheerst en alle facetten van sportfotografie dus, dan ga je waarde toevoegen en dan word je dus weer interessant voor je klanten. In dit geval Reinier Paping, kun je dat karakter eruit halen en dan zie je dat het heel divers is. En dan ga je verder ontwikkelen en dan ga je kijken van ja, kan ik het nog verder brengen? En dan wordt het meer studiofotografie. Of met een ijshockeyer, dan ga je echt die randjes opzoeken. En dan zie je dat je iedere keer ga je een stapje doen in je ontwikkeling en in je apparatuur die je hebt. En dan ga je dat weer proberen toe te passen op nieuwe concepten. En op die manier maak je eigenlijk je sportfotografie steeds groter. Terwijl heel veel mensen sportfotografie alleen nog maar zien met wat ze in de krant zien. En als je dan niet de Volkskrant leest, waar Klaasje van der Wij altijd in staat, dan heb je eigenlijk altijd maar een close-upje van de winnaar of van iemand waar een verhaal over te vertellen is. Terwijl voor mij is dit het leuke aan sportfotografie. Dit hoort bij die 25% voor mij. Nou, dan heb je ook het stukje commerciële fotografie. Als de merken een nieuwe tas hebben of een nieuwe helm of nieuwe kleding, dan moet het ook gefotografeerd worden. En komen ze dan bij een commerciële fotograaf of komen ze dan bij mij uit? En juist als je dan in dat sportwereldje zit en je snapt het spelletje en je snapt wat de mensen in het wereldje mooi vinden, dan komen ze ook bij jou uit. En dan zie je dat het gewoon heel divers kan zijn. Dus voor mij is sportfotografie regisseren en creëren, reactief en proactief. Dus van tevoren al nadenken, wat wil ik maken, wat moet ik meenemen voor apparatuur. Ik heb natuurlijk geen invloed op de gebeurtenissen, maar wel op de composities, op de standpunten die ik neem. En dat maakt dat het beeld voor mij minstens, en in sommige gevallen zelfs belangrijker is dan het moment. In ieder geval als we in die 25% zitten. En natuurlijk, het is meer dan een telelens. Want de meeste andere beelden die ik liet zien, die waren natuurlijk gemaakt met groothoek, 35 mm, fisheye en dat soort lenzen. Kijk even of er al vragen zijn. Nee, iedereen is er stil van, denk ik. Ik praat wel heel snel trouwens. om maar nog meer beelden te laten zien. Ik zeg altijd, als je de beelden uit mijn 25% gaat bekijken, dan zeg ik altijd, het zijn simpele plaatjes, maar niet makkelijk om te maken. En dat is een quote die ik ontlas in een magazine. Die heb ik inmiddels ook boven mijn bureau staan. Omdat ik daar echt wel in geloof dat als je een beeld maakt,
wat heel goed is, dan hoeft het helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Ik zeg ook wel eens, als iemand anders met dezelfde camera op dezelfde plek zou staan, dan zou die gewoon precies dezelfde foto maken als ik. Alleen meestal staan ze er niet. Of op het verkeerde moment. Dus in dit geval is het dan... ik neem even een slokje water. Het is natuurlijk een iets commerciële beeld. Voor het merk Nomad. Het is een outdoor sportmerk, dus ook weer sport. Dan gaat het om de kleding, om de sfeer, om de kano. En hoe ga je dat dan vastleggen zonder weer met een lange lens van een afstandje een beeld te maken. Nou, en dan ga ik op zoek naar andere hoeken. En dan pak je dus een keer je fisheye om toch een soort portret te maken. En nou, dan leg je hem in die kano en dan krijg je toch een hele unieke compositie. Terwijl het eigenlijk best wel een eenvoudig beeld is. Dit is een beeld van het kunstrijden. Ik zeg altijd gekscherend, als je dit met Photoshop zou doen, dan zou het je in 30 seconden lukken. En het heeft me volgens mij 1,5 uur gekost. En ik stond met een stoel op een tafel en ik stond op die stoel om precies de goede hoek te maken. En dan moet je ook maar hopen dat ze precies op de goede plek springen. Want als ze 1,5 meter te vroeg of te laat springen, dan kun je het natuurlijk niet maken. Dus dit is door een raampje in een deur, om even de situatie weer te geven, in corona. Dus ik probeerde een beetje dat gevoel van een bubbel of van isolatie weer te geven. Eigenlijk een heel eenvoudig beeld. Maar het heeft heel veel ritten gekost voordat er iemand precies op de goede plek voor mij in het raampje sprong. En als ik dan op mijn camera zie van, hey, het is gelukt, dan krijg ik een soort kick van. Dit is zeg maar het beeld wat ik graag zou willen maken. Ik zie al een vraag. Als je het anders wil doen bij een voetbalwedstrijd, waar wil je dan gaan staan? Dat is wel een goede vraag. Kijk, eigenlijk je kader is, je kan niet binnen het veld staan. Dus stel dat je altijd achter de goal staat, dan ga je bijvoorbeeld achter de zijlijn staan. Jan Zuiderduin vraagt dat. Maar je zou ook een keer de tribune op kunnen. Of toch een keer met een laddertje dat je net iets hoger staat, dat je een keer over de goal schiet. Of met een fotomast. Of misschien toch met een drone. Misschien is er een clubhuis waar je op het dak kan staan. Soms is het best wel makkelijk om net even een andere hoek te pakken, waardoor je een ander beeldje hebt. Ik doe zelf niet superveel voetbal. En als ik het doe, dan zijn het wat grotere wedstrijden waar je toch wat beperkter bent. Maar zoals de laatste keer in Gelredome bij Vitesse, toen, dat was nog in corona. Ja, dan vraag je, mag je even de tribune op? En dan, ja, in dat soort gevallen kun je gewoon, omdat er natuurlijk geen publiek is, kun je de tribune op. En dan heb je ook weer net een ander standpunt. En op die manier kun je het voor jezelf net even anders gaan doen. Maar ik snap, op sommige niveaus heb je natuurlijk niet een grote tribune waar je op kan. Leni vraagt, wanneer gebruik je geen telelens? Nou, ik denk dat ik dat net wel heb laten zien. Dit is natuurlijk wel een telelens en dit niet. Is dit echt een sportfoto? Misschien een beetje op het randje, maar er komen zo meteen nog meer beelden. En die heb ik net ook al wel laten zien. Waar het gewoon met een groothoek gemaakt is of met een 35 mm. En even de laatste vraag voor nu. Nikon Amateur, heb je wel eens besloten om in een perfecte situatie geen foto te maken? Nee, dat denk ik niet. In principe maak je altijd een foto. Ik weet ook niet precies waar je op doelt met die vraag. Daar zit ik heel even over na te denken. Maar in principe dat is natuurlijk het voordeel aan digitaal. Je kunt gewoon altijd een foto maken. En als je hem dan later niet kunt gebruiken of je hebt er niks aan, dan kun je hem altijd weggooien. Maar dat is eigenlijk tegenwoordig geen reden om niet een foto te maken. Behalve als je het uit principe doet of zo. En ik denk dat dat meer relevant is voor bijvoorbeeld journalistiek of in oorlogssituaties waar je sommige dingen niet wil maken. Maar in sport kun je natuurlijk in principe alles wel maken. Ik heb zelf nog nooit hele grote ongelukken gezien, geloof ik. Misschien 1 keer op de ijsbaan. Dit is een T-half. Daar stonden, omdat er geen publiek was, stonden de kerstbomen met heel veel lampjes. En toen werd ik al uitgelachen door collega's. En sommige kijken mee, weet ik, dat ik de halve dag achter de kerstboom zit. En dan zie je ook dat ik dit soort beelden eigenlijk alleen maar maak op de lange afstanden. Dus in dit geval Jorrit Bergsma, die moet gewoon 25 rondjes rijden. Ik kan natuurlijk niet de hele dag proberen om maar 1 foto te maken. Maar in dit geval rijdt hij 25 rondjes. Nou, dan doe ik eerst 3 rondjes. Pak ik zijn voorbereiding, pak ik zijn start, pak ik de eerste 2 rondjes van de wedstrijd. Ja, en daarna heb je eigenlijk 20 rondjes niks te doen. En dan ga je snel achter je kerstboompje zitten. Totdat hij een keer precies binnen zo'n kerstlampje en hij is precies scherp. En dan heb je gewoon net zo'n ander beeldje. Ja, die net even die sfeer van een kersttoernooi weergeeft.
Ja, daar word ik dan wel blij van als ik zulke foto's op mijn scherm zie. Maar je kunt ook door de kerstboom met een langere sluitertijd. En in dit geval is het volgens mij met een 50 mm geschoten. Dus ook niet met een telelens, op die vraag van Leni. Ik hou ook wel van om snelheid toe te voegen aan mijn foto's. Daar komen nog wel wat meer voorbeelden van. En dan zie je ook weer dat je heel artistiek beeld kunt gaan maken. Dus als alleenstaand beeld is het misschien iets minder relevant. Want uiteindelijk wil de sponsor, of wil je natuurlijk alle sponsoren ook op de schouders en op de andere kant van zijn pak wil je goed in beeld hebben. Maar binnen een serie kan dit natuurlijk heel veel waarde toevoegen. Omdat het net even de serie breekt en je een onderscheidend beeldje kan maken. Ik hou ook ervan om met licht en donker te werken en met schaduwen. Dus dit was met een commerciële shoot voor een skielermerk in de haven. En dan zie je dat tussen de kranen en de containers zie je allemaal licht en donker contrasten. En dan ga je gewoon kijken van hey, waar kan ik met dat lichtcontrast kan ik een mooi beeldje maken. Ja, en toen viel mijn oog op dat driehoekje en uiteindelijk gevraagd of we op die kraan mochten. Dat mocht ook. Dan moet je het model zo begeleiden of aansturen dat ze precies op de goede plek door dat licht rijdt. En dan heb je eigenlijk dus een heel simpel beeld. Waar dus best wel wat ter plekke geregeld en gecoacht aan vooraf gaat. Maar het is natuurlijk helemaal niet zo moeilijk om te maken. Uiteindelijk als dit gebeurt en je staat op de goede plek, ja, dan is het qua settings, is dit gewoon een van de makkelijkste foto's die je kunt maken. Dit is gewoon autofocus aan op continuous. Belichting waarschijnlijk zelfs op automatisch. En dan moet het gewoon altijd goed gaan. Dus je ziet heel vaak dat beelden technisch, fototechnisch eigenlijk heel makkelijk zijn. Daarom praat ik eigenlijk ook niet zo vaak over instellingen of fototechniek. Dus als jullie daar vragen over hebben, dan gaat Emiel dat zo meteen wel beantwoorden. Maar heel veel van mijn beelden zijn eigenlijk technisch heel makkelijk om te maken. Maar je moet ze vooraf bedenken of je moet ze ter plekke zien. Dit is een beeld van Tom Dumoulin op trainingskamp in Spanje. En toen was mijn oog al gevallen op dat tunneltje. Maar ik kan natuurlijk niet de hele dag in dat tunneltje gaan staan. Dit is van de kamer waar de fietsen staan naar de uitgang van het hotel. Dus dan heb ik daar een remote camera. Dus dat is een camera met een afbediening neergezet. En iedere keer als er dan een wielrenner vertrok richting de uitgang, dan drukte ik op die knop en dan ging die camera af. En dan moet je maar hopen dat het precies in het midden zit. Dus ook weer een beeldje wat super eenvoudig is. Mooi symmetrisch. Maar je moet hem wel vooraf bedenken, klaarzetten. En dan hopen dat die afgaat en dat ze precies in het midden zitten. Want zelfs op 12 frames per seconde zitten ze soms net voor en dan de volgende net na het midden. En in dit geval zat hij op een paar pixels na zit hij echt perfect in het midden. Dus dat is gewoon een beeld waar ik wel blij van word. Dit is ook op de postbank met een avondzonnetje. Ik hoop dat die op jullie scherm goed overkomt. Bij mij zit er wel mooi nog een doortekening in die fiets en linksonder in beeld. Dit was gewoon afgesproken, gewoon een shoot met de wielrenner. Gingen we eigenlijk iets te laat door, dat we eigenlijk niks meer konden maken. En toen ineens kleurde de hemel zo mooi oranje. Ja, en dan zie je dat je soms gewoon eigenlijk net iets langer door moet schieten in de hoop dat er nog iets gebeurt. En in dit geval gebeurde dat ook. Ja, dit vind ik wel gewoon ook weer zo'n mooi simpel beeld met de 2470. Maar al een mooi sfeervol beeld, gewoon een mooi sportbeeld. Dus los van alle close-upjes die we hadden gemaakt en het snelle beeld wat in de aankondiging van deze webinar zit. Dat is dezelfde fietser. Volgens mij komt die zo meteen ook nog wel langs. Dan kun je wel echt die sfeer pakken van alleen 's avonds nog even trainen voordat je in het donker naar huis fietst. Even kijken, er waren nog vragen geloof ik over binnensport, waterpolo, CO200. Ja, iemand vraagt daar over de instellingen. Kijk, ISO-instellingen, dat is gewoon hoe donker is het bij jullie. Sommige sporthallen zijn donkerder dan andere. Uiteindelijk is het belangrijkste, denk ik, als je actie wil bevriezen. Ja, dan zou je echt wel een 1000ste of een 1250ste seconde moeten gebruiken. Ja, en dan ga je gewoon je ISO omhoog schroeven totdat je een goede belichting hebt. Ik zou wel ervoor waken dat je niet gaat onderbelichten, omdat je denkt dat je liever je ISO wat lager houdt. Want dan moet je hem achteraf toch weer gaan oplichten. En dan ga je waarschijnlijk meer ruis krijgen dan als je hem in één keer goed belicht. Aart vraagt huilende verliezers wel of niet? Ja, in principe wel.
En dat is gewoon het stukje reportage of documentaire. Kijk, voor mij is altijd de vraag, heb ik het nodig? Ik werk vaak een opdracht van teams of van de bond of van merken. En dan, ja, als er dan iemand verliest die ik niet hoef te maken, dan heb ik er niet zoveel belang bij. Maar als het gewoon een mooi beeld is, dan ja, waarom niet? Kijk, de emotie hoort ook bij sport. Dus het is helemaal niet erg binnen de context van sport om beeld te maken van iemand die heel blij is of heel verdrietig. Terwijl als je iemand op straat ziet huilen, zou je niet zo snel een foto maken. Maar ja, bij sport hoort dat gewoon. En ik denk dat in ieder geval op professioneel niveau, dat alle sporters wel weten, dat als zij teleurgesteld zijn of hun emotie laten zien, dat er altijd wel een fotograaf in de buurt is die het gaat maken. Dus dat wordt dan zeker gemaakt. En als ik het dan niet doe, dan doet iemand anders het wel. Dus ik hoop dat dat het antwoord is op die vraag. Hier een tennisbeeld. Als je eenmaal een beetje gefocust bent op lijnen en licht-donker contrasten, dan ga je ook situaties herkennen. Dus in dit geval zijn die lijnen, dat zijn de TL-buizen aan het dak van een indoor tennishal. En dan is het in dit geval wel met een telelens gewoon jezelf zo positioneren dat armen en die racket precies tussen die lijnen zitten. En dan gaat er waarschijnlijk zo meteen iemand zeggen dat er geen bal in beeld is, maar dat is een beetje het nadeel van tennis. Op het moment dat ze de bal raken, dan is eigenlijk de arm niet op een mooie positie. En in dit geval wel. Dus ik denk dat het hier wel verantwoord is dat de bal niet in beeld is. Ik vind het zelf wel een mooi beeld. Dus hij is belicht op de TL-balken. Er stond nog een flitsertje achter. Dat kun je wel zien op de rug van de speler. Dus dit is wel tijdens een training en niet tijdens een wedstrijd. Maar goed, trainingen horen ook bij sport. Hier een schaatsbeeld. Dit is voor mij dan een beetje op het randje van wat ik creatief acceptabel vind. Maar ik vind het zelf altijd wel leuk om een beetje op dat randje te balanceren. En een beetje ja, uit te zoeken van hoe ver kun je gaan met je beeld. Dit is dan met spiegels gemaakt. En ook nog met een lange sluitertijd. En dan ga ik gewoon kijken van hey, hoe kun je daar nog een interessant beeld van maken. Los van de gewone beelden die je natuurlijk ook maakt. Dus dit is echt weer die 25% van mijn extra beeldje. In dit geval ook gewoon een training, dus dan kun je het ook gewoon zelf wat langer de tijd voor nemen. En dit is verder gewoon in camera, dus geen Photoshop of wat dan ook. En ik vond dit zelf wel een aardig beeld, maar ik kan me ook voorstellen dat de mensen zo meteen gaan reageren van ja, dit vind ik iets te ver gaan, te creatief. En dat mag ook. Maar nogmaals, ik vind het altijd leuk om een beetje op die randjes te balanceren en een beetje uit te zoeken van wat nog wel kan en wat niet kan. Maar soms is het ook gewoon, als het mooi is, dan is het mooi. Alleen dan moet je er soms wel even van tevoren over nadenken. Dus dit is een beeld bij een natuurreismarathon, waar ik echt een beetje een sprekend beeld wilde maken van een compleet peloton. Nou ja, dat kan dus alleen maar vlak na de start, want helemaal het natuurreis. Daarna dan gaat het best wel snel dat het in stukken uiteen gaat. Een beetje net zoals met wielerkoersen. Dus dan was het gewoon voor de start al je plekje zoeken. In dit geval echt wel bewust die scheur in het ijs opgezocht. En dan ook nog aan de goede kant van het parcours, dat je ook de zon mooi erachter hebt. Ja, en dan is het technisch ook natuurlijk weer heel makkelijk. En dit is gewoon met een groot hoekje, 14-24. En ze rijden zo je beeld in. En het is gewoon die knop vasthouden. En ja, uiteindelijk kies je gewoon net de compositie waar het mooiste uitkomt. Dus ook in dit geval, dit is niet single shot. Waarschijnlijk heb ik hier 15 of 20 beelden gemaakt. En dan kies je gewoon je mooiste beeldje eruit. Maar wel waar mooi die sfeer in zit. Dit is ook weer dat je een beetje het creatieve gaat opzoeken. Dit is een 28 mm lensje met een iPhone eronder. Dus de onderkant van het beeld is een weerspiegeling van de bovenkant. In dit geval Sven Kramer tijdens de laatste Olympische Spelen afgelopen februari. En daar wou ik echt die Sven Kramer tussen die ringen inzetten. Op net even een andere manier. Is het mooi? Nou, dan mag iedereen voor zichzelf beslissen, maar ik denk dat dit wel grafisch een aantrekkelijk beeld is. Die een beetje mooi de lading dekt van Kramer, die zijn laatste Olympische Speler rijdt. Dat zijn altijd wel een beetje de beelden die ik probeer te zoeken. Dus natuurlijk heb ik ook een close-upje. Ik heb hem ook zonder weerspiegelingen met een lange lens, met alleen één keer die ringen. Maar ik probeer dan net nog even zo'n extra beeldje te maken. Dus dat is weer die 25%. Rob Bakker vraagt, waarop stel je dan op scherp als je met een afstandsbediening werkt zoals bij een wielrenner? Ja, dat is een prefocus. Dus ik weet niet precies uit mijn hoofd wat daar mijn instellingen waren, maar ik denk dat het iets van een F8 of een F11 geweest is. En dan zet je gewoon je ISO wat hoger
zodat je belichting goed is. En dan doe je hem gewoon van tevoren focussen op het einde van het halletje. En dan hoef je daarna niet meer aan te zitten. Dus eigenlijk als je met camera's of afstandsbedieningen werkt, dan werk je eigenlijk altijd met een pre-focus. Omdat je anders niet precies weet waar die moet focussen. Eva vraagt zwart-wit of liever kleur. En dat ligt eraan wanneer je het vraagt. Grafisch beeld liever in zwart-wit. En zoals beeld zoals nu in beeld is, dan heb ik toch liever kleur. Omdat Olympische ringen zonder kleuren, daar heb je niet zoveel aan. Dus dan moet je toch een oude camera meenemen. Peter Koster vraagt, zou je het beeld van Sven photoshoppen? Kijk, en dat vind ik wel een goede vraag. Aan het begin van deze presentatie, misschien ging ik daar een beetje snel doorheen, maar dat is een beetje mijn handelsmerk als ik praat. Had ik het woordje fotojournalistiek. En het stukje journalistiek wat ik meeneem is dat in fotojournalistiek is het eigenlijk niet geaccepteerd om te photoshoppen. Om dingen weg te halen of toe te voegen. En eigenlijk de reden dat ik dat een beetje voor mezelf eraan vast probeer te houden, dus ook in dit beeld, is tweeledig. Ten eerste kun je het dan insturen voor een zilveren camera. En niet dat je al je beeld wil insturen, maar ik zeg altijd van ik wil eigenlijk dat al het beeld wat ik maak van sport, dus commercieel werk is nog anders, dat het daarom voldoet. En ik denk ook dat je inventiever wordt en scherper wordt op wat er in je beeld gebeurt. Want als je er eigenlijk altijd automatisch van uitgaat dat je dingen wel achteraf kan oplossen op de computer, dan hoef je er dus eigenlijk ook niet zo goed op te letten. Terwijl als je in jouw mindset zit, ik wil het schieten en dan moet het gewoon goed zijn, ja, dan ga je dus erop letten of er storende elementen in je beeld zijn. Dat betekent dat je soms een stapje naar links of een stapje naar rechts moet doen. Dus als je bijvoorbeeld dit beeld pakt met zo'n scheur in het ijs, ja, weet je, misschien had hij ergens nog net iets op het ijs gelegen. Ja, dat kun je natuurlijk heel makkelijk wegphotoshoppen. Maar ik vind dan de uitdaging van, ja, doe dan gewoon een stapje opzij. En dan ga je ook zien, als je dat als aanname hebt, dat je ook gewoon dingen snel herkent en snel ziet van, hey, daar klopt iets niet. En dan los je het automatisch gewoon ter plekke op. Dus ik vind het ook een fijnere manier van werken. Ik denk als je gewoon als aanname hebt dat je het niet weg gaat halen, dat je daardoor op langere termijn gewoon een betere fotograaf wordt, omdat je gewoon scherper bent. Dus nee, ik zou dat niet doen. Dus ook zijn positie ten opzichte van de ringen zou ik niet aanpassen. Nee. En dat betekent ook dat in dit geval, kijk, hier maak je ook weer meerdere beelden, want hij schaatst natuurlijk gewoon in die baan, gewoon zo dwars door je beeld. Ja, en dan kun je zelf eigenlijk gewoon kiezen wat je de mooiste houding en de mooiste positie vindt. En in dit geval had ik dan precies in het midden onder de ringen, dan voelt het gewoon niet helemaal in balans. En ik heb natuurlijk ook daarna, en dat is niet zo mooi, eigenlijk vond ik dit gewoon als beeld het beste kloppen. Maar misschien als iemand anders die beelden ziet, dan zou die een ander beeldje uitgekozen hebben. En dat is natuurlijk ook weer het voordeel aan digitaal. Je kunt gewoon veel maken en dan kun je toch uiteindelijk net wat jij denkt dat het beste uitkomt. Dat je gewoon een beetje die balans in je beeld hebt. Dus dat. Dus nee, dat zou ik zeker niet doen. Nog een vraag van meneer of mevrouw Koch. Hoe zou jij bij een balsport als indoorvoetbal een actiefoto maken? Geen idee. Als in, dat ligt gewoon aan de situatie. Dus je ziet bijvoorbeeld aan dit tennisbeeld. Ik zal een klein beetje teruggaan. Want ik zit toch ruimer in mijn tijd dan ik dacht. Kijk, niet elke hal heeft dat soort lampen. Dus je kunt niet altijd dit beeld maken. Dus wat je eigenlijk gaat proberen, en dat heb ik aan het eind ook in mijn 5 tips. Dus een van de tips ook van, kijk naar je omgeving en neem je omgeving mee. Want iedere hal, iedere stadion, iedere locatie heeft gewoon zijn eigen eigenschappen. En ik zie heel vaak beeld van andere fotografen, waarbij je eigenlijk helemaal niet ziet dat het ergens anders is. Dus die pakken gewoon de lange lens, die maken weer een close-upje. Ja, dan heb je eigenlijk hetzelfde beeld als vorige week op een andere plek. Terwijl juist heel veel hallen, heel veel zelfs zwembaden, tennisbanen, die hebben allemaal net andere eigenschappen, eigen dingetjes die je gewoon in je beeld kan gebruiken. En ik weet uit ervaring dat niet alle indoor tennishallen de TL-bakken zo hebben hangen. Sommige hebben ze de andere kant op hangen, dus dan kun je het beeld weer niet zo maken. Omdat je dan gewoon die hoek niet overeenkomt met hoe ze tennissen. Sander vraagt nog eventjes of ik met statief of zonder statief schiet. Nou, de lange lenzen die ik natuurlijk ook gebruik, die schiet je vanaf monopod. In geval van een remote camera, dus op zijn afstandsbediening, dan gaat hij of op statief
Maar meestal gewoon op een klem ergens aan een reling of aan een stoeltje of aan een muur of aan een dakgoot of wat dan ook. Dus eigenlijk bijna nooit vanaf statief. Nee. Omdat je gewoon niet wendbaar genoeg bent en statieven zijn ook gewoon in de weg voor collega's. Dus het is eigenlijk niet verantwoord om statieven te gebruiken. Nee. Nou ja, en soms dan wil je ook beeldjes maken waar je gewoon weer een beetje geluk bij moet hebben. Dus in dit geval was er een schaatswedstrijd op het ijs en ze waren met sleehonden waren ze op en neer aan het lopen. Ja, en dan zie ik dat gebeuren en dan hoop je dat je het een keer in één beeld kan vangen. Maar dan moet je ook weten dat ja, net buiten beeld aan twee kanten, daar liepen gewoon heel veel mensen op het ijs. Dus het was helemaal niet zo zeker dat dit als compositie zo zou gebeuren. Maar als je het dan in je hoofd hebt en je wil het maken, dan blijf je het gewoon net iets langer proberen. En dan heb je gewoon één moment dat het precies samenkomt. Ja, dan heb je echt dat gevoel van Zweden, natuurreis. Ja, dat kun je dan in één zo'n beeldje pakken. Natuurlijk wel een beetje storende elementen van een trein, bovenleiding en een lantaarnpaal. Maar goed, je hebt niet alles in de hand. Maar dit is wel een beeldje van, ja, als je het van tevoren bedenkt, dus proactief gaat bedenken wat wil je maken en dan ga je het proberen. Ja, dan is er vaak een kans dat je gewoon net even een ander beeldje kan maken. Ja, en dat vind ik altijd wel de uitdaging van sportfotografie. Je kunt dus ook je inspiratie uit andere soorten fotografie halen. Ik zag ooit in bruidsfotografie iemand die door een koperen buisje schoot tegen de zon in. En toen kreeg je zo'n mooie ring. Nou, dan denk ik, dan ga ik dat een keer bij een schaatsevenement proberen. En dan zie je net zo'n discolamp die in zo'n buisje reflecteert. En daarom zo'n hele mooie ring maakt. Super simpel om te maken. Maar wel weer, ja, als je gewoon goed om je heen kijkt, dan kun je eigenlijk inspiratie uit alle type fotografie halen. Dus ook uit bruidsfotografie, uit landschapsfotografie, straatfotografie en dat soort dingen. Dus dat. En je kunt soms een beetje meer risico nemen. Ik hou altijd van om snelheid toe te voegen in mijn beeld. Maar doe je dat alleen maar op het moment dat er niks gebeurt? Of ga je het ook een keer doen op het moment dat het wel belangrijk is? Dus als je dit beeld ziet, dit is Shinky Knecht die hier wereldkampioen werd. En hij juicht dus op het moment dat hij gewonnen heeft. Dus dit is de finale van een WK. Ja, dan snap ik ook wel dat niet iedere fotograaf een hoog risico beeld kan maken tijdens een WK-finale. Want soms moet je het gewoon hebben. Maar als je de ruimte wel hebt, omdat je net een andere opdracht hebt of een andere opdrachtgever, dan kun je soms van belangrijke of unieke momenten kun je toch ook een uniek beeldje maken. En ik ben vrij zeker dat er niemand anders een meetrekfoto van een WK-finale heeft gemaakt in dit geval. Nou, dat geeft dan wel een kick als je hem wel hebt, zeg maar. Maar het kan dus hier zomaar ook gebeuren dat hij niet scherp is en dan heb je geen foto. Aart van Wijk vraagt, nou, doe je nog dingen om in topvorm langs de lijn te kunnen functioneren, trainen of zo? Nou ja, dat is misschien wel een mooie vraag bij dit beeld. Kijk, als je veel foto's op lange sluitertijden maakt, dan word je er ook beter in. Dus ik geloof wel dat je sommige type beeld kun je gewoon trainen. Waardoor je steeds lager in je sluitertijden kunt. Ik weet dat toen ik begon met panning shots of meetrekkers, dan zit je op een 30ste. En tegenwoordig kan ik in ieder geval met lange baan schaatsen. Zeker op 1/4 seconde is het eigenlijk altijd wel scherp. En dat is gewoon door veel te doen. Dus soms zie je wel collega's die het naproberen te doen, maar die doen het dan één keer per jaar. Ja, en dan is het gewoon moeilijk. En dat is niet omdat ik zo goed ben, maar gewoon als je het vaak genoeg probeert, dan word je er zelf beter in. En los daarvan denk ik ook qua inspiratie. Ik vind fotografie gewoon echt heel leuk. En ik vind mooie fotografie heel leuk. Dus ik kijk ook heel veel fotografie. En daar kun je heel veel inspiratie uit halen en ideeën. En als je daar dan over na gaat denken. En dat is weer een beetje dat je niet alleen maar registreert, maar ook creëert. Ik ga heel vaak met heel veel ideeën al aan het werk. En dat betekent niet dat ze altijd lukken. Maar dat betekent dat je altijd wel bewust op zoek bent naar net dat andere beeldje. Omdat je al een idee in je hoofd hebt. En ja, dat maakt het voor mij ook heel leuk om fotografie te doen. Als ik alleen maar het standaard beeldje zou moeten maken, zoals je het eigenlijk altijd in de krant ziet, dan zou ik het ook helemaal niet zo leuk vinden. En ik vind juist deze manier van fotograferen heel leuk. Ja, en daardoor blijft het denk ik ook heel leuk. En dit is ook dan net het type beeld waar mijn klanten op aanhaken. Dus dat is natuurlijk ook win-win. Want op het moment dat een klant op zulk beeld aanhaakt, dat betekent ook dat ze dat beeld willen. Dus dan kun je het ook blijven maken. En dat is deels nog wel een klein beetje een spanningsveld. Zoals ik aan het begin al zei, want ja, als er iemand Olympisch kampioen wordt, dan moet je het gewoon hebben. Tenzij dat je opdracht niet is. Zoals bij dit beeld van Shinky Knecht.
Maar tijdens de afgelopen spelen, ja, dan moest ik voor de bond ook het beeld maken. Ja, dan moet je het gewoon hebben. Dan kun je niet fratsen gaan uithalen, zeg maar, op het moment suprem. Dus dan doe je dat, zeg maar, 3 rondjes eerder. Nou ja, en ik probeer altijd een soort van een perfect beeld te maken. Nogmaals, weer zonder te photoshoppen. En als je dit ongekropte beeld ziet, dan zie je echt 1 pixel naar links. Daar begint de binnenboarding en 1 pixel naar rechts. Daar begint de andere wedstrijdbaan. Dus het is echt super krap geschoten. Maar voor mij is dit, zeg maar, het type foto wat ik wil maken. Dat het gewoon helemaal klopt, helemaal in balans is. Dan moet je net een beetje geluk hebben dat zij even aan de ijzer zit op het moment dat ze over die ringen schaatst. Maar ja, ik was wel bewust op die plek gaan staan. Dus ik heb het ook wel in andere houdingen. Maar uiteindelijk, als ze dan net even de ijzer checkt of controleert, ja, dan kun je gewoon zo'n beeld maken. En ja, dit vind ik het leuk aan fotografie. Als je dit soort beelden kan maken waar eigenlijk alles gewoon klopt, waar niks in zit wat er niet in hoort. En wat gewoon helemaal laat zien wat je wou laten zien. Verder geen vragen. We gaan echt heel snel. Dan moet Emiel zo echt aan de bak met vragen beantwoorden. Want ik praat echt sneller dan ik verwacht had. Uiteindelijk wou ik toch ook nog een stukje educatie aan dingen die ik altijd probeer in mijn beeld. Dus net heb ik een hoop beelden laten zien en ja, nu wil ik een paar dingen eruit lichten. Dus dat noem ik dan de 5 tips. Wat er ook 10 hadden kunnen zijn, maar gezien de tijd houden we het bij 5. Kijk naar het licht. Hebben we ook al een paar voorbeelden van gezien. Gaan we hier nog even uitlichten. Neem je omgeving mee. Heb ik het ook al over gehad. Vind ik ook heel belangrijk. Voeg beweging toe. Dus dat kan met meetrekkers of ook op een andere manier. Verander je standpunt. Ik zie heel veel, ja, vooral hobbyfotografen, altijd op dezelfde plek staan. Maar ook altijd op dezelfde hoogte. Dus daar gaan we het ook even over hebben. En kroppen. Ik denk een beeld als dit. Als je dit ongekropt ziet hoe het uit de camera komt. Ja, dan is het gewoon niet zo'n sterk beeld. En juist doordat je het precies bij kan snijden tot de essentie. Wat misschien ook met een zoomles ook had gekund. Maar zo lang was mijn lens niet. Want dit is al op 400 mm. Dan kun je gewoon een beeld veel sterker maken. En ik zie heel vaak wel beelden van andere fotografen waar net een beetje rotzooi aan de randen is. Waarvan ik dan zou zeggen van, hey, krop het er lekker af. Dan heb je gewoon een veel beter beeld. Dus als het eerste kijk naar het licht. Dit was een fotoshoot met 4 broers op skielers. En dan zie je dat precies het zonnestraaltje over hun heen valt. En er was natuurlijk niet zoveel zon. Maar juist als je gebruik maakt van die zon, dan kun je ze mooi losmaken van de achtergrond. Een beetje rommelig op de achtergrond, maar doordat het licht goed valt, zie je gewoon dat het wel duidelijk is waar het om gaat. En dan kun je dus ook met licht-donker contrasten gaan werken. Op sommige ijsbanen schijnt soms een zonnetje door het raam, van buiten naar binnen. En als je dan precies op die plek waar dat zonnestraaltje naar binnen valt een foto maakt, en je belichting ook nog goed is, dan zie je dat je echt zo'n heel mooi licht-donker contrast kan maken. Maar een halve meter verder, dus dit is op 11 frames per seconde, en gewoon 1 framepje verder is het helemaal donker. En dan zie je dat je soms een klein beetje geluk moet hebben. Maar er wel bewust op moet schieten. Want als je dit zou belichten op de schaduw hier. En dan zou die toevallig in de zon komen. Dan is die natuurlijk helemaal overbelicht. Dus het zijn wel bewuste keuzes. Doordat je gaat kijken naar dat licht-donker contrast. Dan kun je dus ook met silhouetten gaan werken. Als je ziet dat er ergens zon door een doorzichtige deur naar binnen schijnt. Dan kun je misschien kijken of je je onderwerp daarvoor kan plaatsen. En plaatsen tussen aanhalingstekens, want dit was gewoon tijdens een training. Dus dan moest ik mij zo positioneren dat zij daar precies inschaatste. En ook weer een heel simpel beeldje. Maar als zij net een halve meter naar rechts of naar links gaat, wat heel veel rondjes ook gebeurt. Of je bent net te laat, of je staat te hoog of te laag, dan past het daar niet precies in. Dus het is echt een beeld van zoeken naar je standpunt, zoeken naar je positie. Hoe hoog moet je, hoe laag moet je. Je belichting goed zetten op die hooglichten. En dan is het ook gewoon weer een vrij simpel beeldje, maar ik denk daardoor juist een heel krachtig beeld. Dat je die techniek mooi kan zien. Je ziet duidelijk dat het een schaatser is. Je ziet nog wat kras in het ijs. En dit is hoe ik ze graag wil maken. Isabel vraagt, gebruik je soms een flits om beweging te bevriezen? Tijdens wedstrijden niet, want eigenlijk bij alle sportwedstrijden is eigenlijk flitslicht gewoon niet toegestaan. Maar ik heb in het begin natuurlijk al wat beelden laten zien van studiowerk.
ook van die tennisser, daar is wel ingeflitst. Maar dat is meer om, zoals ook in dit voorbeeld, om een beetje je licht-donker contrasten te krijgen. Of om het mooi uit te lichten. Maar tijdens wedstrijden is het eigenlijk nooit toegestaan om flits te gebruiken. Dus dat doen we zeker niet. Aart vraagt dat hij ziet weinig staande beelden voorbij komen. Dat is een beetje een gewetensvraag. Volgens mij zit hij mee te kijken. Ik zei ooit tegen een student van schaatsen is een horizontale sport. Dus dat moet je ook horizontaal schieten. En daar kom ik de laatste tijd wel een beetje op terug. Omdat je soms gewoon een sterker beeld kan maken als het verticaal is. Maar eigenlijk behalve portretten denk ik dat de meeste foto's zich vaak wel lenen voor een horizontaal beeld. En er zijn altijd uitzonderingen en die zijn er zeker. Maar vaak gebeurt de actie horizontaal, ook bij een voetbal. Hoewel je misschien met een kopbal wel verticaal zou kunnen. Maar bij snelheidssport als een wielrennen of een schaats, eigenlijk gebeurt het altijd in de horizontale richting. Dus dat betekent eigenlijk ook dat je het vaak horizontaal fotografeert, maar zeker niet altijd. Dat heb je goed gezien. Er zit weinig verticaal beeld in. En ik denk in dit geval ook wel stiekem een beetje, omdat het gewoon qua presentatie, als je gewoon beelden schermvullend wil laten zien, is het gewoon veel handiger om horizontaal beeld te laten zien. Dus ik denk de meeste verticalen die je vandaag hebt gezien, dat zijn portretfoto's. Ja. Erik vraagt nog iets, ja, het is toch een stukje over setting, maar ik denk dat ik het wel gewoon even meepak hoor. Ik hoef niet alles naar Emiel door te schuiven. Wanneer geef je de voorkeur aan tijdvoorkeur of diafragmavoorkeur? Kijk, ik denk dat het belangrijkste in je fotografie is dat je je sluitertijd zelf bepaalt. Wil je wel beweging of wil je de actie bevriezen? En dan, als je actie bevriest, is het net een beetje afhankelijk van de sport die je doet. Maar laten we zeggen dat je bij de meeste sporten wel minimaal 1/1250ste of 1/1600ste moet gebruiken. Met je diafragma ga je zelf je scherpte diepte bepalen. Wil je heel veel scherpte of wil je alleen je sporter scherp? Ja, en dan blijft daarna eigenlijk alleen je ISO-waarde over. Dus meestal schiet ik, als het kan, in manuele stand. En anders eigenlijk altijd in diafragma voorkeur, mits ik mijn sluitertijden haal. En als dat op het randje is, dan doe ik of handmatig mijn ISO omhoog. En in sommige gevallen ga ik nog wel eens op auto-ISO. En dat moet zeggen, vooral op de D5 en D6 werken dat echt heel goed. Dus dan zet je ook je sluitertijd gewoon zelf vast. En dan zet je hem op auto-ISO. En dan bepaalt hij zelf de ISO-waarde om een goede belichting te krijgen. Nogmaals, omdat je zelf gewoon wil bepalen dat je genoeg scherpte hebt. En wat je scherpte diepte is. En eigenlijk je ISO-waarde is niet zo belangrijk, mits je gewoon een goede belichting hebt. Dus dat. Emiel zegt terecht, mijn favoriete camera zijn de D6 en ook de Z9. Ik heb niet echt een stukje erin staan over welke apparatuur ik gebruik, Emiel. Maar ik heb zelf twee D6 en een Z9. Eén Z9 omdat er gewoon nog niet meer beschikbaar zijn. En omdat ik gewoon, ja, eigenlijk al mijn objectieven zijn natuurlijk nog voor D6 camera's. En ik ben gewoon zo gewend aan, eigenlijk vanaf de D5 en de D6, die zijn redelijk, qua bediening redelijk identiek. Of eigenlijk zijn ze helemaal identiek. Van binnen autofocus werkt op de D6 wel echt nog een stukje beter. Maar daar kan ik gewoon mee lezen en schrijven en gewoon zonder kijken bedienen. Terwijl met de Z9 moet ik echt nog wel nadenken. Soms gebeuren er dingetjes dat ik denk van, hé, hoe zat dat ook alweer? Ook met flitsfotografie. Van, hé, dan is ineens je belichting van je preview is anders. Dan denk ik, oh ja, dat zat weer daar. En op mijn D6 had ik dat eigenlijk nooit. Maar dat is meer gewoon, ik moet gewoon meer met mijn Z9 werken. Maar uiteindelijk zit je dan altijd met een convertertje te werken. Want de nieuwe 400 is nog niet leverbaar. En eigenlijk de meeste andere objectieven, in ieder geval lange niet. De groothoekjes natuurlijk wel. De 70-200. Dus dat is misschien wel een beetje voor apparatuur. Ik gebruik eigenlijk qua lenzen wel heel divers. Maar dat hebben jullie denk ik wel een beetje gezien. Van fisheye, groothoek, middenbereik, 24-70, 50 mm. Tot toch wel de telelensen 70-200. En dan een 300 en een 400. Dus redelijk divers. Omdat ik denk dat je met een diversiteit en objectieven ook een soort diversiteit in je beeld kan brengen. Mits je het zeg maar bewust gebruikt en niet een 300 als een 400 gebruikt. Zeg maar. Ze lijken heel erg hetzelfde, maar het zijn wel echt hele andere objectieven.
Als je een beetje de nuances van beide objectieven kent. En dan vraagt Bart nog, en dan ga ik daarna even door. Wat is beter voor sport als je moet kiezen een D4 of een D500? Ik zou wel zeggen een D4. Ik denk als je eenmaal gewend bent aan die grote flagship modellen, qua bediening, qua toekennen aan custom functies, aan knoppen, ja, dan wil je eigenlijk nooit meer zonder. Dus misschien vanwege die reden kun je beter nog een D500 nemen. Omdat je daarna nooit meer terug kan naar een kleinere body. En het ligt daarvan, toch nog even als extra vraag, tot welke ISO-waarde ga je? Ja, dat ligt gewoon een beetje aan je body die je gebruikt. Met een D6 schiet ik zo op ISO 20.000 zonder nadenken. Maar dat kun je op een D3S of een D500 niet zo snel doen. Dus dat maakt echt wel uit welke apparatuur je hebt. En als laatste, ik koop al mijn apparatuur zelf. Ik lease niks. Nee. Nou, we waren bij licht. Dus licht-donker contrasten. Dus ik ben wel redelijk gefocust altijd op dat soort lichtcontrasten. En als ik het zie, dan wil ik het ook maken. In dit geval tijdens de training race eigenlijk één baan, voor hun naar links, één baan hoger. Maar toen ik eenmaal dat licht zag, dan kunnen jullie gewoon even één baantje verder naar beneden rijden. Zonder verder invloed te hebben op de training, regisseer je daarmee wel een beetje je beeld. Want ja, als ze iets hoger schaatsen, passen ze gewoon niet in dat driehoekje van het licht. En iets lager wel. En als je dan ook later laat zien wat je gemaakt hebt, dan vinden ze het ook vaak altijd wel heel tof. Maar dit is ook weer een heel simpel beeld. Gewoon met belichting op mijn zonlicht op het ijs. En dan valt de rest eigenlijk bijna helemaal zwart weg. Maar soms denk je dat er geen lichtcontrasten zijn. Als je bijvoorbeeld in een T-half kijkt, je ziet een heel klein beetje schaduw onder zijn schaatsen. Maar verder lijkt het allemaal heel vlak. Totdat je heel goed gaat kijken. En dan zie je eigenlijk dat op hele kleine momentjes, als ze precies in de reflectie van zo'n lamp zitten, dan kun je toch die schaduw maken. Nou ja, soms maak je het per ongeluk, maar op het moment dat je het ziet, ja, dan ga je proberen of je beeld daarmee kan maken. Dus dan zie je ook qua hoek en qua uitsneden dat die schaduw nu echt onderdeel van het beeld is. Zonder dat er toevallig een klein schaduwtje onder zit. Dus zelfs als het heel vlak lijkt, kun je vaak toch nog, als je goed kijkt, licht-donker contrastjes vinden. En dat vind ik dan weer de uitdaging. Dus ook hier geldt weer, binnen die 75% pak je gewoon je standaardbeeldje, je close-upje, je bochtfoto, alle sponsorlogatjes die je moet hebben. En dan in die extra 25% ga je meer artistiek beeld maken met licht, donker, schaduwen, dat soort dingen. En dan heb je ook wel eens dat mensen zeggen van, ja, het is veel te donker om een foto te maken. Dus het is een skiller evenement wat de hele nacht doorgaat met gewoon heel weinig licht. Maar ook dan zie je dat als je heel bewust op de goede plek een foto gaat maken. Dus dan zit je qua positionering moet je goed staan. Qua belichting moet je alles goed instellen. En dan kun je toch nog een sfeervol beeld maken. Terwijl je eigenlijk helemaal onderbelicht zit. Als je het ziet vanuit het perspectief van de rijders. Dus als je een close-upje zou maken, dan zou je het zo donker zou je het nooit kunnen maken. En dan zou je ISO zo hoog moeten dat het eigenlijk onbruikbaar is. Maar als je er dan een silhouetje van gaat maken, dan heb je wel weer een bruikbaar beeldje. Dus op die manier kun je je lichtdonker ook gebruiken om meer een sfeer te creëren. Zelfs als het eigenlijk voor je apparatuur te donker is. In dit geval zonsondergang tijdens een hardloopshoot. En eigenlijk viel dit is een soort half tunneltje met links winkels en rechts open lucht. En eigenlijk was links gewoon te donker. Totdat je dan ziet dat het mooi reflecteert. En als je dan helemaal met je camera tegen die ramen zit, en je kunt daar links zelfs nog een arm zien van iemand die achter het raam een broodje zat te eten, dan kun je dus eigenlijk zelfs maar meer licht in je beeld brengen dan er eigenlijk was. Dus met reflecties kun je dus ook weer je licht gaan beheersen of controleren. En je hele beeld wat lichter maken. Even kijken, ik heb een vraag nog, gebruik ik backput en focus? Ja. Ik vraag me bij een Z9 af of het nog nodig is. Maar dan wordt het wel heel technisch. Maar bij eigenlijk mijn spiegelreflex gebruik ik altijd backput en focus. Ja. Zodat je ook makkelijk kan wisselen. Helemaal als je doorkijkjes doet, dan is het wel fijn als je gewoon eerst kan focussen. En dan als je hem loslaat, kun je daarna een foto maken zonder dat je autofocus verspringt. Ik denk bij een hoop foto's zou het
zo gewoon focus onder je ontspanknop ook kunnen. Maar juist in een beetje de specifiekere beelden kan het een voordeel zijn als je backbutton focus gebruikt. Ja. Dus dat gebruik ik zeker. Tip 2 zie ik ook heel vaak niet gedaan worden. Helemaal een beetje op de, zeg maar in de amateursporten zie je veel fotografen die eigenlijk alleen maar de close-upjes doen. In het wielrennen zie je dat bijvoorbeeld. Terwijl je juist, als je dat landschap meeneemt, waar ik het aan het begin ook over had, dan kun je veel beter die sfeer toevoegen. En ook hier geldt weer, je wil ook dat close-upje hebben, je wil ook een beeldje van dichtbij hebben. Maar juist de combinatie maakt dat je gewoon je series voor je opdrachtgevers gewoon sterker worden. Dus dit is natuurlijk een super makkelijk beeldje onder zo'n brug. Totdat je bedenkt dat de sneeuw daar letterlijk een halve meter dik was waar ik stond. Dus je moest echt zo door de sneeuw lopen. Ja, en dan zie je gewoon dat een hoop fotografen die moeite niet nemen om door die sneeuw daarheen te lopen. Terwijl het verder gewoon een super simpel beeldje is. Maar het kost gewoon net iets meer moeite en energie om het beeldje te maken. En wat je ook kan doen is dat je voor mensen echt content tekst toevoegt waar het is. Kijk, hier heb je weer een wielrenner met een telelens. En het kan overal zijn. Het kan hierachter in het bos zijn, het kan in Limburg zijn, het kan in Friesland in een bos zijn. Daar hebben ze niet heel veel bos geloof ik, maar waar het bos is. Dus je bent die hele context en locatie ben je kwijt. En soms wil je die wel hebben. Als er een trainingskamp is, wil je eigenlijk wel zien waar het is. Nou, dan kun je een beetje uitzoomen, maar dan zie je nog niet waar het is. Totdat je dan net op een ander plekje gaat staan. En nu zullen de wielerkenners het al herkennen. Maar nu zie je alweer dat het iets meer richting een landschapsfoto gaat. Maar het is gewoon dezelfde fietser. En uiteindelijk ga je nog 100 meter terug. Ja, en dan zal eigenlijk iedere wielerliefhebber herkennen dat dit de Kamerig in Limburg is. Dus dan zie je dat je binnen een afstand van een paar honderd meter kun je en divers beeld maken. Van een close-upje tot iets wijder. Met een boom of met een bocht en een kruis. Dus je hebt echt een heel divers beeld. Maar dit beeld laat ook precies zien waar het is. En dat kun je vaak ook toevoegen. Dat is tegenwoordig natuurlijk iets makkelijker geworden nu we drones hebben. Dus dan kun je even omhoog vliegen. Dit is dezelfde brug. Tegenwoordig staat er ook een tent onder. Dus het is iets minder mooi. In dit geval was de sneeuw iets minder diep. Dus drones maken het iets makkelijker om omgeving mee te nemen. Maar dan nog zie je het weinig. Dan maken veel mensen met drones alsnog iets te veel een close-upje, zeg maar. Al is het een redelijk wijde lens. Als je dan dichtbij genoeg bent, dan zie je nog die context niet. En dat geldt bij surfen hetzelfde. Dit is gewoon een mooie surffoto op het NK Surf in Scheveningen. Maar ja, het had net zo goed ergens anders kunnen zijn. Terwijl als je dan een keertje een beetje uitzoomt en je pakt die pier erbij. Natuurlijk is de actie hier ook iets minder. In dit geval had ik dan net niet even een goed actiebeeldje in deze compositie. Maar nu geeft het gelijk een plaats. En dat is voor een klant heel handig. Want als die een album willen delen of laten zien van we hadden een wedstrijd in Scheveningen. Ja, dan wil je eigenlijk ook wel zien dat het in Scheveningen was. Want anders kon het net zo goed een beeldje van Texel of Terschelling zijn. Dus het kan heel waardevol zijn en ook heel interessant om juist die omgeving mee te pakken. En dan geldt hier hetzelfde. Natuurlijk is het belangrijk dat je close-upje maakt. In dit geval met de 400 mm. En dan kun je alle sponsoren lezen. Super belangrijk voor het team en voor de sporters zelf als ze persoonlijke sponsoren hebben. En voor de sponsor, want die wil laten zien van ik sta op dat pak. Maar uiteindelijk wil je ook gewoon dit zien. Dat het in een vol stadion is en dat er veel publiek is. In dit geval kun je de sponsoren misschien niet lezen. Volgens mij was dit afgelopen seizoen met Giro 5 en 5 Oekraïne. Dus nu staat er ook zeg maar geen sponsor op. Maar het geeft wel meer context. En als je dus allebei de beeldjes maakt in een serie, zijn ook twee andere schaatsers, maar even voor het voorbeeld, dat je en je close-upje hebt en je wijde shot, dan ga je diversiteit aanbrengen in je werk, in je series. En dat is veel interessanter. Dit is ook gewoon veel leuker om te maken. Misschien in dit geval nog een beetje oncomfortabel, want dit was het eerste toernooi met publiek na corona. Dus daartussen staan was nog een beetje dat je denkt van, kan het al? Maar iedereen was getest. Ik was zelf getest, mondkapje op. En dan wil je toch maken. Want in dit geval Irene Wüst, haar laatste wedstrijd in een uitverkocht Tialf. Ja, dan wil je gewoon laten zien dat het vol was. Dus dan is die omgeving en die context van die omgeving gewoon super belangrijk. Emiel zit ook lekker antwoord te geven op de vragen, zie ik. Dat gaat helemaal goed.
En omgeving is ook gewoon om sfeer te creëren. Kijk, het hoeft niet altijd topsport te zijn. In dit geval is het een toertocht voor een goed doel. En dan wil je die mensen als aandenken een beeld geven wat, ja, wat een beetje het gevoel heeft wat zij hadden toen ze daar schaatsten. En het was die dag was het heel een beetje mistig. Het sneeuwde de halve dag. En het is in Zweden. En juist door iets verder van het ijs te gaan in dit geval. En dan die boompjes mee te pakken. En dan krijg je meer een grafisch beeld. Wat echt een beetje dat, ja, de zwaarte van die dag aangeeft. En bij dit evenement hebben ze dan ook nog de Skate for Air. Hebben ze ook nog gele jasjes aan. Dus dat is een mooi contrast met die witte wereld. En dan zie je dat je helemaal niet altijd dat close-upje hoeft te maken. Je hoeft niet altijd die telelens. Dit was met een 50 mm. Maar ja, wel weer eventjes 300 meter van de ijsbaan aflopen. En dan een mooie positie zoeken, een mooie compositie. En dan kijken van passen de schatertjes beter tussen die boompjes of tussen die andere boompjes. En ja, dan maak je ze dus allebei en achteraf kies je gewoon dit beeld. Maar het kan ook gewoon in Nederland. Een shoot for Runner's World van een hardloper die altijd langs een kanaal loopt. Natuurlijk maak ik een portretje en maak ik een close-upje. Maar ik wil ook dat gevoel geven van langs het kanaal lopen. En als je dan ziet dat ze ook aan het roeien zijn, ja, dan moet je een klein beetje geluk hebben. En geluk dwing je af door te roepen wanneer die moet lopen. Dus dit is helemaal in scène gezet. Maar daardoor kun je wel, ja, dat gevoel van langs het water, de Amstel, kun je mooi weergeven. Ja, en ik denk dat juist doordat je die omgeving meeneemt hier, dat je gewoon een veel sterker beeld maakt dan weer een close-upje van iemand zonder dat je kan zien waar het is. En soms is het gewoon een rotzooi, je omgeving. Dan heb je of reclameborden, in dit geval waren het kussens van de shorttrackbaan die op het middenterrein stonden. Ja, en dan kun je het misschien gebruiken als kader, dat je er doorheen schiet. Is het dan een supermooi beeldje? Nou ja, dat is weer smaak. Maar ik denk dat het doordat alles blauw is, er een beetje beweging in zit en je precies je schaatsertje in die opening zet, ja, dan krijg je gewoon net een ander beeldje wat net even de aandacht trekt. Ja, en dat is voor mij ook sportfotografie. Dat je een beetje wil afstappen dus van dat standaard close-upje. En ik denk dat dit daar een mooi voorbeeld daarvan is. Geen nieuwe vragen. Nou, beweging. Daar hebben we er al een paar van gezien. Hieronder zien we een meetrekfoto in het Olympisch Stadion in Amsterdam, waar toen een ijsbaan lag. Ook weer een heel klein schaatsertje in beeld. Dus het hoeft bij mij niet altijd zo groot. Ik heb vaak of ik heb ze heel groot in beeld of heel klein. Dus dan wordt mijn wereld heel groot. En als je dan ook nog een beweging toevoegt, dan wordt het echt heel dynamisch beeld. Nou, dit beeld stond in de aankondiging van de webinar. Dit is natuurlijk niet zo te maken van een auto of op een andere manier. Krijg je net die beweging in de weg. En daardoor lijkt die fietser gewoon heel hard te gaan. Terwijl, ja, dit was gewoon echt voor de foto, dus het ging helemaal niet zo hard. Maar juist als je je sluitertijd heel lang zet en een lekkere wijde lens en mooi die kleuren op de hei van de polsbank, ja, krijg je gewoon een mooi dynamisch beeld. En dat is ook wel het mooie van sportfotografie. Je hoeft het niet altijd te bevriezen. Het gezicht is helemaal scherp, dat is mooi bevroren. Maar omdat je gewoon op dezelfde snelheid mee beweegt, maar de rest beweegt en daardoor lijkt het gewoon heel dynamisch en snel. En dat kan ook binnen natuurlijk. En als je dan een beetje wijd open schiet, dan heb je en weinig scherpte, diepte en mooi die snelheid erin. En dan is hij gewoon precies scherp op het oog. En dat is soms ook het mooie aan sportfotografie, dat je echt dat gevoel hebt van de snelheid wat erin zit. En dat kan ook creatief zijn. Als je op een schaatsplank gaat, zegt op en neer, een beetje als tennis zit je dan zo mee te kijken. En dan zit je letterlijk met je camera, ga je zo mee. En als je hem dan precies scherp hebt, ja, dan beweegt dus alles behalve die sporter. En dan heb je echt dat gevoel van die beweging op die schaatsplank. En ik denk dat het altijd wel waardevol is in de serie als er gewoon een zekere mate van dynamiek of snelheid in zit. Maar het kan ook een probleem oplossen. Dus als we aan het trainen zijn in de nieuwe pakken en er zitten overal reclameborden langs de baan, en dat zie je bij het wielrennen ook wel eens, dan zijn er allemaal hekken met allemaal van die lelijke reclame. En op het moment dat je dan een foto met een hele snelle sluitertijd maakt, dan is die reclame ook scherp. En dan is het vaak helemaal niet zo'n mooi beeldje. Of het moet gewoon compositietechnisch precies bij en qua kleur precies bij elkaar vallen. Maar als je dan net iets langere sluitertijd neemt, zoals hier, dan zie je eigenlijk daar rechtsonder. Nou ja, als je net weet, dan zie je de KPN nog wel staan.
Maar het stoort dan niet meer zo erg. En dat komt juist omdat je er dan wat beweging in brengt. Dus dat is ook een manier om een probleem op te lossen wat je hebt. Staat er iets lelijks of staan er net twee mensen die je niet op je beeld wil hebben? En dan pak je gewoon een iets langere sluitertijd. En dan ben je dat in één keer kwijt. Nou, deze zagen we al staan. Of die hebben we eerder al gezien. Dus je kunt ook dat alleen de actie scherp is. Meer uit creatief oogpunt. Dit is dus niet om een probleem op te lossen. En dan is ook de vraag hoe ver kun je gaan. En dit is dus een voorbeeld van een foto op 1/4 seconde. Ik heb het er niet bij gezet, maar dan moet je maar geloven dan. Met de 1424. Nou, dan moet je vaak proberen, vaak oefenen. En als je de hoge resolutie ziet, dan zul je zien dat hij precies op het oogje scherp is. En de rijder ook nog wel bekend is. En hij werd in Peking twee keer Olympisch kampioen. Dus dat is ook nog een goeie. Is het als losstaand beeldje mooi? Nou ja, daar kun je over twijfelen. Dan is het meer als kunstobject. Maar weer binnen een serie met een close-upje en een juichfoto is het gewoon, denk ik wel een waardevol beeld. En ook kun je het weer een beetje creatief toepassen. Dus als er dan een bocht staat en dat wil ik scherp hebben. Maar ik breng een beetje beweging in de skileraar. Dit was dan een skilerwedstrijd. En voor het gevoel racen dus de verkeerde kant op, maar de aanwijzingen waren voor een ander evenement. Dan krijg je toch weer een heel grafisch beeld, zonder dat het uitmaakt wie er precies op staat. Dus op die manier kun je ook gewoon een diversiteit in je beeld aanbrengen door gewoon langere sluitertijden te gebruiken. Maar soms vinden sponsoren het ook wel waardevol. Dus het oranje pak, dat is het leiderspak in het marathon schaatsen. En de sponsor die levert dan ook een oranje helm en daar willen ze dan een mooie foto van. En dan zijn er zoveel schaatsers tegelijk op de baan dat het eigenlijk een beetje een rommeltje wordt. Dus als je dan over het peloton een meetrekfoto maakt die precies scherp is op het oranje pak of de helm, dan springt dat er echt uit. Dit is dan ook gebruikt in de brochure en op de online kanalen van zowel het team als van het merk. Ik zie nog wat vragen. Wat heeft Nikon voor jou dat een ander merk niet biedt? Dat is wel een goede vraag. Kijk, ik denk wat het is een beetje met merken, is allereerst als je begint met een merk. Dus ik ben ooit begonnen met een Nikon D60. Toen kreeg ik een D300S, of krijgen, die kocht ik. Toen ging ik naar een D3S en daarna D5, D6, Z9. Dus als je eenmaal in een systeem zit, dan moet je eigenlijk wel een heel goed argument hebben om over te gaan stappen naar een ander systeem. Helemaal als je al veel objectieven hebt. Want die moet je dan weer verkopen. Nou, dan schrijf je weer op af en dan moet je weer nieuwe kopen. Dus eigenlijk is er nooit een financieel een gunstig moment om over te stappen. Dus ik heb er nooit over nagedacht. Maar daar komt bij dat ik, omdat ik zo vaak Nikon gebruik, weet ik ook precies wat ik ermee kan. En Nikon is een soort verlengde van mijn ogen en mijn handen. Dus je kan eigenlijk alles zonder nadenken. En dat is gewoon wat je zoekt in een tool. Dus ik heb ook nooit over nagedacht om over te stappen, want ik ben tevreden met mijn beelden. Ik kan eigenlijk alles wat ik wil maken. Dus ik ben gewoon super tevreden. Nou ja, en dan is het voordeel op het moment dat je een professional bent en je komt op de grote toernooien, helemaal naar de Olympische Spelen. Ja, dan komt er ook vanuit Nikon nog een stukje extra service. En die service is er voor de hobbyisten natuurlijk ook. Maar op het moment dat je echt, zeg maar, professional op zulke toernooien bent, dan krijg je een stukje extra service. En dat is natuurlijk ook super waardevol. En dat is natuurlijk ook een van de redenen dat ik hier zit. Een soort, om toch iets terug te doen aan Nikon, omdat ze mij zo goed ondersteunen. Kwaliteit. Weet je, Nikon heeft gewoon goede camera's, goede lenzen. En er zal vast iemand opstaan die een keer problemen met zijn spullen heeft gehad. Maar dat zie je in alle merken. Ik denk ook niet dat er echt slechte merken zijn. Ik ben gewoon heel tevreden met mijn Nikons. Ik heb nooit nagedacht over een andere merk. Nikon Amateur vraagt, maak je gebruik van de Rule of Thirds of gulden sneden? Waarschijnlijk wel. Maar wat ik altijd zoek in mijn beeld is een zekere balans, waarin gewoon alles op zijn plek valt en op de goede plek staat. En dat kan betekenen dat het soms precies in het midden staat en soms precies op een derde. En ik denk als je al mijn eigen favoriete beelden bij elkaar zet, dan zullen er best wel veel beelden aan de regel van de derde daaronder vallen. Maar dat doe ik dan niet bewust. Dus ook een beeldje wat je nu in beeld ziet met die helm. Ja, dit staat niet precies op een derde, maar ook niet precies in het midden. En nu zie ik rechtsonder nog een pionnetje in beeld steken. Dus
val ik een beetje door de mand met het netjes afwerken. Maar ik schuif dan gewoon een beetje met mijn compositie en met mijn crop, als ik crop, totdat ik denk van zo klopt mijn beeld. En dan, ja, dan ben ik niet bewust iets op een derde aan het zetten. Nee. Verder heeft Emiel alles beantwoord. Tip 4. Ik ben toch nog op tijd klaar. Verander je standpunt. Wat ik al net al zei, ik zie heel veel fotografen altijd op dezelfde hoogte en op dezelfde positie staan. Terwijl je juist ook in sport heel veel dynamiek en interesse kan toevoegen door je standpunt te veranderen. En dat kan zowel dat je hoger gaat als dat je lager gaat. Dus in dit geval is het vanaf een loopbrug op het ijs. En dan zie je gewoon hele andere lijnen in je schaatser. En helemaal als je de schaatssport een beetje kent en weet wanneer het mooi is. Ja, normaal zie je het altijd van voren of vanaf, zeg maar, ooghoogte. En nu zie je hem een keer van boven. En dan zie je gewoon hoe dynamisch dit eruit ziet en hoe mooi dat, zeg maar, die lijn van de baan volgt. Wat ook wel logisch is, want ze rijden natuurlijk rondjes. Maar dat is wat je soms een beetje zoekt. En wat je nu dus ziet met een set 9, want dit is beeld uit de set 9, is dat je, ja, met die mirrorless camera's kun je dus ook autofocussen zonder dat je door je zoekertje hoeft te kijken. En met die set 9 kan ik dus letterlijk de camera op het ijs leggen. Waardoor je echt heel laag standpunt hebt. En dan is het geen wereldschokkende, vernieuwende foto, maar wel net even een standpuntje dat je, ja, dat je gewoon een andere blik hebt. En daardoor is het gewoon interessant om te zien. Kun je mooi die hoeken zien, zie je mooi die ijzers, het klapschaats die net open gaat, reflectie in je ijs. Gewoon weer een andere mogelijkheid. En dit is Bendy, dat is hockey met een balletje op ijs. Dus geen ijshockey, maar dus met een balletje. En in dit geval weer vanaf een loopbrug die aan het dak hangt. Ook met een flitsertje erop, omdat in dit geval was er eigenlijk geen schaduw. Dus die schaduw heb ik erin geflitst. Maar dan zie je dat doordat je zo'n hoog standpunt hebt, krijgt die schaduw ook een hele andere vorm in relatie tot je onderwerp. En krijg je gewoon grafisch een heel interessant beeld. Terwijl als je dit vanaf ijsniveau had geschoten, dan was die schaduw helemaal niet zo mooi geweest. En wat je natuurlijk wel vaker bij andere fotografen ook ziet, als je laag gaat kun je ook gebruik maken van reflecties in plassen of in mijn geval in ijs. Dus in dit geval lag ik ook plat op mijn buik op het asfalt waar geen plas was. En dan krijg je net een beetje extra interessante onderdelen in je beeld. Zonder dat het super ingewikkeld is om te maken. Maar ook met gewoon groepsfoto's, in dit geval de beste service van Nederland, vlak voor het NK. Als je daar een groepsfoto van wil maken, maak je hem dan op ooghoogte of maak je hem echt dat je nog net dat zand onder in beeld ziet. En waardoor ze eigenlijk groter lijken. En dat is denk ik wel wat je vaak ziet. Als je wat lager gaat, lijkt je sport groter, lijkt je atleet krachtiger. En als je naar boven gaat, dan wordt het vaak grafischer. En dat kun je dus afwisselen. Dus in dit geval een fotoshoot in Tialf met lampen en rook. Hier was ik heel laag. Krijg je een hele andere, eigenlijk een meer, ja, het ziet er wat krachtiger en wat stoerder uit. Helemaal door dat lampje wat onder komt. En op het moment dat je eigenlijk dezelfde houding op dezelfde plek van boven pakt, dan krijg je weer een grafisch een heel ander beeld. En allebei de beelden zijn denk ik mooi. Iedereen zal zijn voorkeur hebben. Maar je ziet wat het verschil is tussen laag en hoog. En dat zie je gewoon met heel veel sporten. Die kraan die hebben we net ook al langs zien komen. Dan kun je dus ook recht van boven een foto maken. Of het is met een drone kun je zo'n beeld natuurlijk ook maken. En in een serie geeft dat heel veel dynamiek. En dan denken mensen, hey, wat is dit? En dan blijven ze gewoon net iets langer hangen. Ook bij de short track. In dit geval weer gewoon een kinderniveau. Dus de meeste ouders die hun kinderen op schaatsen hebben, die zullen van dat soort rondjes heel veel foto's hebben gemaakt. Maar heel vaak niet vanaf deze hoek. Dus dit is weer een loopbrug in het dak. Bijna recht van boven. En daardoor krijgt het grafisch, wordt het grafisch gewoon heel interessant. Ze lijken misschien iets kleiner, maar met net die blokjes in beeld. En als je het dan mooi centreert, dan krijg je gewoon net even een ander beeldje. En dat is dus wat ik vaak zoek. Deze is ook gemaakt met de remote. Want dat was dan echt een wedstrijd. Gaat goed? Ik krijg even feedback van hiernaast. Als mensen niet weten waarom ik even uit mijn verhaal was. Ik ben wel bijna klaar hoor, Emiel. Dus zorg maar dat je klaar staat.
Tijdens wedstrijden mag je dus niet op een loopbrug staan. Dus dan hang je een remote op, dus weer een camera met een afstandsbediening, om dit beeldje te maken. En dat zou misschien met het clubkampioenschap en met de volleybal en met de korfbal misschien ook wel kunnen. Maar je kunt het ook met een drone doen, zoals hier met de tennis. In een serie voor de tennisvereniging daar. Heel veel close-upjes, grafisch beeld van laag. Ook liggend op het gravel. Maar ook net een drone-shotje waardoor je eigenlijk die variatie toevoegt. Dus dat. En als laatste had ik nog kroppen. Ik zag volgens mij ook een vraag langskomen over kroppen. Dus die ga ik dan beantwoorden als ik hiermee klaar ben. Kroppen tot de essentie. In het Engels noemen ze dat altijd de picture in the picture. Dus vaak heb je een beeld waar iets super interessants gebeurt en iets heel moois, maar dan daaromheen zie je heel veel rotzooi. En dit is daar zo'n mooi voorbeeld van. Als je dit beeld zo ziet, sponsor blij, sporter blij, skielerbaan iets minder blij, want je ziet alle scheuren in de baan zitten. Maar als je dan het ongekropte beeld ziet, dan zie je eigenlijk al die rotzooi daaromheen. Natuurlijk is dit qua vorm een beetje een gekke krop, dus liever hou ik het zeg maar in een 3:2 of een 16:9 ratio. Maar dat groen en dat het oranje en die rijdertjes daarboven in de hoek, die voegen voor mij niks toe in dit beeld. Je kan me ook een beeld bedenken waar je het wel allebei gebruikt, maar in dit beeld voegt het niks toe. Dus als je dat daar afkropt, dan heb je gewoon een super clean beeld. En dan zegt iedereen van, wow, jouw beelden zijn altijd zo clean. Ja, omdat ik ze zo uitkrop. En dat is ook met schaatsen. In dit geval een beeld van achter, je kunt niet zien wie het is, maar het gaat even om die houding, om die lijn. En dan heb je een mooi beeld. Maar eigenlijk zat ik gewoon veel te ruim. En wat ik dan vaak doe, is dat ik mijn close beeldje gebruik gewoon voor close. En als ik dan om wat voor reden nog een keer wat ruimer heb geschoten, dan kun je hem gewoon, als het nodig is, alsnog gebruiken. Dan hoef je niet altijd weg te gooien, maar dan moet je hem een beetje bijkroppen. Dus dan ga je gewoon naar een clean beeld, zonder afleidende onderwerpen, zonder dingetjes in beeld, geen lijnen, geen fratseltjes. En dan heb je gewoon een clean beeld. En dat is eigenlijk wat ik altijd wel zoek. En dit is er ook zo'n beeld van. Volgens mij zit de Forster thuis mee te kijken, dus hallo. Super clean, super strak. Maar ja, hoe kun je het zo schieten? Nou, eigenlijk dus niet. Dus je maakt een lange sliderfoto in T-half. Op de voorgrond zie je de boarding van de shorttrackbaan. Dat zijn de blauwe strepen op de voorgrond. En als je hem dan precies daarop uitkropt, dan krijg je gewoon een super grafisch beeld. Er zit mooie snelheid in. En het is net weer een ander beeldje wat een beetje de aandacht pakt. Maar hij was wel bewust op die lijnen geschoten, maar ja, zo krap is het gewoon ook qua panningshot iets moeilijker. Ik hield nog de optie open om hem iets hoger of dat donkere vlak erbij te houden. Maar het is helemaal niet erg om achteraf gewoon nog iets extra's van je beeld af te halen, om gewoon een super clean beeldje over te houden. Omdat daarmee gewoon je beeld sterker wordt. En dat geldt ook voor dit beeld. Deze staat ook in de catalogus van de skielerfabrikant. Super clean beeld. Ik heb nog iets meer hoogte eigenlijk, maar dan past het niet op mijn slide. Dus je ziet mooi die driehoekige dakjes van de kassen. En zo staat hij. Oh, dan heb ik de ongekropte er niet eens in zitten. Maar het is echt gewoon 2 pixels verder en daar houdt de kas op en daar staat gewoon een woonhuis. Dus daar aan de rechterkant, ja, daar is eigenlijk gewoon een rotzooitje. En als je dat er dus afkropt, dan krijg je gewoon een super clean beeld. En zo kun je sportfotografie ook gewoon interessanter maken door te zeggen, waar gaat het nou om? Oh, denk eens aan voetbal. Oh, er staat ergens in de hoek nog een spelertje. Nou, krop hem er lekker af, want hij voegt helemaal niks toe. Of misschien wel, en dan laat je hem er lekker in. Dus als we even die vraag erbij pakken van het kroppen. Als je een krop maakt, doe je dat dan steeds volgens de standaardformaten? Dat is wel een goede vraag. Zoals ik al zei, ik probeer meestal wel in een 3:2 of een 16:9 te kroppen. Eigenlijk een beetje geïnspireerd door Pim Ras op de Spelen probeer ik dat nu een beetje los te laten. Omdat je soms dus wel ziet, zoals die foto van Irene Schouten boven die ringen, dat het soms gewoon in een atypische ratio eigenlijk veel mooier uitkomt. En ik denk dat ik dit beeld wat je nu in beeld ziet, dat was ook niet in een 3:2. Omdat in de hoogte lopen die dakjes heel mooi door. Had ik er misschien wel in kunnen zetten. Hij loopt zelfs nog iets verder door dan hier. En die voegen dus wel toe aan mijn beeld. Maar aan de zijkant heb ik gewoon geen ruimte om verder te gaan. Want daarna wordt het gewoon rotzooi die niks toevoegt. Dus ik kom daar wel een beetje van terug. Ik probeer tegenwoordig eigenlijk gewoon zoveel mogelijk pixels over te houden. Zonder de essentie van het beeld kwijt te raken. En dat betekent dat je soms heel krap zit. En zoals in dit geval dat je gewoon iets meer ruimte hebt. Want helemaal als je dit is echt voor een commerciële shoot. En dan
moet het in een brochure. En dan wil je ook gewoon lekker de ruimte hebben om teksten eroverheen te zetten. Of lekker in die layout gewoon lekker gek te doen. Dus dit wil je ook niet te krap erin zetten. Want volgens mij... Dus dat waren de tips. En dan was ik er al. En dan gaan we nog even de vragen erbij pakken. Bart vraagt... Nee, Rob. Maak je gebruik van een schommelkop? Nee, heb ik niet eens. Nee. Ik schiet lange lenzen vanaf een monopod. VR aan tijdens meetrekkers. En in alle andere gevallen VR uit. Omdat je sluitertijd in die gevallen toch gewoon een 1000ste of een 1600ste is. Dus dat is gewoon snel genoeg. Ik gebruik dus nooit een schommelkop. Heb je een fotograaf die je ooit inspireerde tot wat je nu presteert? Ja, eigenlijk heel veel. Maar ik kan je geen specifieke noemen. Ik denk dat voor de meeste creatievere sportfotografen Klaas-Jan van der Weijen natuurlijk altijd wel een mooi voorbeeld is. Omdat hij ook altijd net even dat andere beeldje heeft. Maar ik haal gewoon inspiratie uit heel veel fotografen en ook uit andere fotografie-genres. Dus ik heb heel veel inspiratie, maar kan je niet een specifieke naam noemen. Wat voor sportfoto wil je nog maken? Oh, wat voor soort sportfoto? Dat vind ik een moeilijke vraag. En ik heb nog wel wat ideetjes in mijn hoofd die ik van schaatsen, wielrennen, et cetera wil maken. En die ga ik nog niet verklappen, want dan gaan anderen het voordoen, voordat ik het doe. Dus die zie je nog wel verschijnen. Ik zou me wel andere sporten ook iets meer op willen toeleggen. Maar ik geloof aan de andere kant ook wel in specialiseren. Dat je gewoon 1-2 dingen heel goed kan, in plaats dat je heel veel dingen een beetje kan. Dus ik wil wel de tijd nemen om andere sporten te ontdekken en eventueel me daarop toe te leggen. Jan vraagt, wat is je mooiste foto? En welke foto zou je nog willen maken? Nou, dat laatste heb ik net gezegd, dat ga ik nog niet verklappen. En mijn mooiste foto, ja, dat verschilt gewoon een beetje per periode. Ik heb natuurlijk heel lang die droomfoto gehad waarmee ik de zilveren camera won. Dat vond ik gewoon een hele mooie foto, omdat het ook een foto was die ik van tevoren bedacht had hoe ik hem wou maken. En als je hem dan maakt, en bijna precies zoals je hem in je hoofd hebt, ja, dat vind ik gewoon heel gaaf. Maar je mooiste foto, ja, dat verschilt gewoon een beetje de bui waarin je bent, de creatieve staat waarin je bent. Op dit moment vind ik die ene foto van de Olympische Spelen met die ringen waar Irene Schouten voor zit, dat vind ik wel echt een heel uniek beeld, omdat die gewoon grafisch zo goed klopt en perfect is. Ja, dus dat. En dan sluitend, wat was je grootste wow-moment in je fotocarrière? Ja, dat verschilt dus een beetje ook per periode. Ja, het was natuurlijk zilveren camera winnen, dat is echt wel een dingetje. Maar ja, dat ebt ook snel weer weg. Als we zeggen dit jaar, ja, dan was het natuurlijk gewoon Olympische Spelen. Dat was zo bijzonder, altijd al een soort van een jongensdroom als je begint als sportfotograaf. En als je daar dan bij mag zijn en naar mijn gevoel ook gewoon echt mijn ding heb kunnen doen en een mooi beeld heb kunnen maken. Ja, dat was wel gewoon echt heel tof. Dus op dit moment is dat wel mijn hoogtepunt. En ik hoop dat er nog vele volgen. En dan hebben we alle vragen gehad. Dus dan ga ik zo het woord aan Emiel geven. En dan zijn we precies op schema. En Emiel gaat jullie alles vertellen over de set 9. En als jullie nog technische vragen hebben, mag je die ook nog in de chat zetten. En dan gaat hij die ook nog beantwoorden. En als jullie nog vragen aan mij hebben, dan kun je die ook nog in de chat zetten. En dan ga ik ze ook nog even beantwoorden op het Camera Nu kanaal, denk ik. Ja, dus voor zover namens mij bedankt voor het luisteren en het volhouden. En succes met Emiel en stel hem vooral goede vragen. Thanks! Alrighty, hallo allemaal. Ik hoop dat jullie nog wakker zijn. Ik wil eigenlijk meteen beginnen met de vraag, dat lijkt mij te gek. Wat voor camera gebruiken jullie? Wat voor Nikon camera werken jullie mee? Nikon Z-systeem, Z6, Z7, Z50, Z5, Z9, misschien heb je hem al. De wachtlijst is groot. Spiegelreflex. Ik ben benieuwd, wie van jullie
werkt er met de spiegelreflexcamera? En wie van jullie heeft er misschien wel een vraag over instellingen, belichtingen, autofocus? Laat me weten. Ik kijk mee in de chat. En zo af en toe pen ik eventjes naar het beeld op de computer om te kijken wat jullie voor interessante vragen stellen. Dus laat me dat weten. We hebben ongeveer een half uurtje. Ik heb natuurlijk ook een aantal vragen, of tenminste een verhaal voorbereid over de Nikon Z9. Zoals jullie weten is een paar maanden geleden er door Nikon een hele nieuwe, hele interessante camera gelanceerd. En die gaat over snelheid, over sport, over journalistiek, over moeilijk licht. Dus dat is een hele interessante. Nou, ik zie de chat al volstromen, dus super bedankt. Ik vind het echt leuk dat jullie reageren. Top. Ik zie D850, D500, D5100, D31, D5300, D810, Z62. Nou, echt te gek dat jullie allemaal kijken. Super leuk. Dus denk even na over wat ik net heb gezegd. Is er iets waar ik je mee kan helpen? Wellicht komen we daar op deze manier samen wat verder mee. Dus dat zou leuk zijn. Even over de Nikon Z9. Het Nikon Z-systeem dat is er natuurlijk al sinds 2018. In het einde van dat jaar kwam Nikon met die grote stap om naast de welbekende F-vatting een nieuwe serie camera's te maken. Met een nieuwe vatting. En dat verhaal was natuurlijk in het begin heel duidelijk. Ik zie trouwens nu dat er zowaar iemand is met een Z9. Martin, gefeliciteerd. Sowieso knap dat je hem al hebt weten te bemachtigen. Ik weet niet hoe je dat gedaan hebt, maar geweldig. Wellicht met hulp van camera nu, denk ik. En dus die vatting. Daar zijn nog wel veel vragen over gesteld in het begin. Van goh, waarom zou Nikon dat doen? Waarom komen ze met een nieuwe vatting als je al 60 jaar, 59 jaar lang dezelfde vatting hebt vastgehouden? Nou, en dat het antwoord van de engineers was: als we dan toch een nieuwe stap moeten maken, een nieuwe serie camera zonder spiegel, dan gaan we die vatting ook meteen veel groter, maar ook ondieper maken, zodat er meer licht op de sensor komt en dat Nikon en de engineers die voor Nikon werken de vrijheid krijgen om te werken met nog lichtsterkere lenzen en ook een hogere kwaliteit groothoek tot middentelen te maken. En dat zijn eigenlijk de speerpunten. Leuk om te zien dat iedereen nog steeds reageert. Gaaf. En dan moeten we eens even kijken van goh, hoe staat die Z9, hoe staat die daar nou tussen? Ik heb hem even in beeld hier naast een Nikon D6. En dan valt hij waarschijnlijk al wel op dat die camera een klein stukje kleiner is. Wat mij betreft het ideale formaat. Heel prettig om te zien dat eigenlijk al die performance, die snelheid die een D6 heeft, de scherpstelmogelijkheden en dan nog wat beter, allemaal kan. En dan ook in een camera die dan nog ietsje compacter is. Dus dat is wel, denk ik, een winst. Hij is natuurlijk niet zo groot als een Z6 of een Z7. Want dat zou niet goed lekker samenwerken met de grote zware telelensen, zoals ook Vincent ze gebruikt. En je kan je voorstellen, een 400 mm, een lens van een 4 tot 6 kilo, dat niet echt lekker is met een hele lichte body. Dus je ziet dat veel fotografen die gebruiken een battery pack op hun Z6, 7. Of dus nu de Z9 gewoon als totaal pakket zonder die grip. Een aantal dingen die zijn heel erg interessant en een aantal dingen zijn leuk om van een plaatje af te zien, maar dat is ook een stukje gevoel wat je daarbij moet hebben. Wat ik daarover ga zeggen is dat die Z9 voelt alsof je een spiegelreflex aanzet. Je zet hem aan en hij is eigenlijk meteen beeld, meteen zoekerbeeld. En dat betekent dat zodra je hem voor je oog zet, je gebruikt die aan- en uitknop, dan is dat gevoel van directheid, daar begint het al goed. Zoekerbeeld. Nou, qua resolutie is daar niks aan gewijzigd ten opzichte van de Z-camera's die Nikon al had. Hè, Z6, 7 en Z5 en de nieuwe generatie daarvan. Wat leuk is om te noemen is dat, wat je zo meteen gaat zien in de presentatie, is dat die camera tot en met 120 beelden per seconde kan fotograferen. En dat ondanks dat je die hoge snelheid gaat gebruiken, die resolutie van die zoeker of het aantal vernieuwingen die gaat maken
eigenlijk nooit terugzakt. Dus het blijft altijd constant. Dus dat is wel heel erg fijn. En het mooie van de Nikon zoeker is dat of je nou je oog in het midden houdt of net naast het midden van het zoekerglas, dan ondanks dat blijft het beeld gewoon scherp, helder, zonder chromatische aberratie in de randen. Het is gewoon een goed zoekerbeeld. Ik heb hier in beeld een kort filmpje. En dat filmpje laat je even zien wat er nou apart is aan die camera. Want die Z9 is voor Nikon de eerste camera die permanent het zoekerbeeld blijft weergeven, ook als je een foto maakt. Nou, ik heb gemerkt dat klinkt heel normaal als ik dat zo even zo snel zeg. Maar het is eigenlijk heel apart en ook heel raar, maar op een hele leuke manier raar. Met de spiegelreflex zijn we natuurlijk gewend geraakt, hè, op het moment dat je een foto maakt, al sinds de analoge tijd, is je beeld kort weg. Je kijkt namelijk kort gewoon tegen de achterkant van de spiegel, kijk je aan. Tegen de voorkant van de spiegel kijk je aan. Je ziet dus niks, een zwart beeld. En dat is ook zo geweest met systeemcamera's natuurlijk, hè. Die deden dat ook. En die Z9 die heeft dus een techniek aan boord waarbij je tussen een tiende van een seconde en de 16.000ste, 32.000ste die die kan doen, altijd een live zoekerbeeld houdt. En dat doen ze door direct het beeld na de sensor eigenlijk in twee te splijten, zoals je nu ook op het filmpje ziet. Nou, op zich, hè, een techniek om beeld te splitsen, dat is wel knap op kleine schaal, dus hè, Nikon mooi gedaan. Maar vooral interessant dat ze dat hebben weten te doen zonder extra vertraging, lag, latency toe te voegen aan dat hele verhaal. Dat is er interessant aan. En zo is het dus dat je kan fotograferen en live kan doorkijken. Nou, het meest interessante verhaal voor de fotograaf is dan dat er twee dingen gebeuren als gevolg daarvan. En dan wijs ik je even een spiegelreflex. Maar op het moment dat je met je spiegelreflex een foto maakt, dan klapt natuurlijk de spiegel omhoog. En daarmee ben jij niet alleen het zicht even kort kwijt, maar de camera zelf ook. Want doordat die spiegel omhoog staat, ziet de camera zijn autofocus systeem ook tijdelijk even niks. En dus heb je met de D-series, hè, dan bedoel ik dus eventjes de hoofdseries, de D1, 2, 3 tot en met D6, heb je gezien dat bij elke nieuwe versie camera die zogenaamde blackout tijd steeds korter is gemaakt. En als fotograaf heeft dat dan twee voordelen, hè, voor de camera ook, omdat wanneer die tijd, die klaptijd van die spiegel korter is, kan niet alleen jij beter kijken naar wat er gebeurt. Als je snel fotografeert heb je nog steeds tijd om door de camera heen te kijken. Maar het autofocus systeem heeft ook langer de tijd. Nou, een interessant voorbeeld bijvoorbeeld even. Ik zag dat er net heel wat mensen met een D850 tussen jullie zitten. Dus hartstikke leuk. Voor degene onder jullie die ook wel eens een D5 hebben geprobeerd, ik vertelde in de chat net al even dat die camera's gebaseerd zijn rondom hetzelfde autofocus systeem. Maar degene die dat getest heeft voor jullie, die weet eigenlijk best wel goed dat een D5 toch sneller is. En dat heeft alles te maken met het spiegelhuis. Het spiegelhuis van die twee camera's zijn anders ontwikkeld, waarbij dus de D5 voor snelheid is ontwikkeld. Snel gezegd gewoon rammen, snel beelden kunnen maken. Terwijl zo'n D850 veel hogere resolutie heeft en daarom juist belang heeft bij een stilbewegende, rustig bewegende spiegel die geen grote klappen maakt. Omdat die trilling ook weer verder doorwerkt in de camera. En dus ook op je beeld en je sensor effect heeft. Nou, dat is een soort van achtergrondverhaal over wat er dus gaande is in die technische verandering. En dan zie je dat die Z9 verhaal dus weer helemaal een helemaal nieuw verhaal creëert daarover. En dat is er buitengewoon interessant aan. Nou, dan moeten we dus hebben over wat kan die dan allemaal. Nou, die Z9 is voor een specifieke doelgroep gemaakt. Dus namelijk voor diegene onder jullie die de absoluut snelste camera in alle aspecten van het woord snelheid zoekt. Dat gaat over het aantal beelden per seconde. Het gaat over snelheid van werken. Dat gaat over autofocus snelheid. En zoals jullie hier vast wel gezien hebben, is het apparaat mateloos populair. En had Nikon niet verwacht dat er zoveel enthousiasme voor zou zijn. En daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee.
En eigenlijk ook heel apart nu is dat, dat we nu op een moment in de Nikon-historie zijn dat het vlaggenschip model camera ook het model is met en de hoogste resolutie en de hoogste snelheid, maar ook de beste videospecificaties. Dus dat gevoel van de allerbeste camera die echt alles kan. Het was heel lang verdeeld over bijvoorbeeld een D850 die resolutie deed en een D5 die snelheid deed. En dat zit dus nu allemaal weer in één. Dus dat geeft wel aan, de laatste keer dat dat gebeurde wat mij betreft, dat was de D3 en dan daarna de D3X. En dat is al wel weer 12, 14 jaar geleden. Kan je nagaan. Nou, die ISO-prestaties van die hoge megapixels, die sensor, die is verrassend goed. Nikon maakt gebruik van een gestapelde sensor, in het Engels een gestekte sensor. En dat levert een aantal voordelen op. Met name op het gebied van de combinatie van beeldkwaliteit en de autofocusprestaties. En die autofocusprestaties gaan over een aantal dingen. Het meest interessante daarachter is dat die camera een waanzinnig snel herkenningssysteem heeft, waarbij die heel veel onderwerpen tegelijkertijd in het beeld kan herkennen. En dat doet hij zo snel en zo met zoveel vertrouwen, dat als jij als fotograaf zegt, nou, ik zet hem bijvoorbeeld op dynamische 3D autofocus en de camera, zijn onderwerp herkenningssysteem is actief, dan zal de camera voor jou automatisch het onderwerp gaan selecteren. Binnen natuurlijk de kaders die je daar zelf in aangeeft, maar om je aan te geven hoe interessant dat is, op het moment dat je bijvoorbeeld van de sporters die hier in beeld zijn op zijn been of op zijn broek scherp stelt, omdat dat op dat moment toevallig je kadrering was, dan begrijpt aan de hand van de bewegingen en de onderwerpsherkenning die in de camera aanwezig is, begrijpt de camera dat het silhouet en het stuk wit-zwart gekleurde sporter in dit beeld, dat een mens is. En wanneer het gezicht van die persoon in frame is, dus in beeld is, zal de camera automatisch gaan opnieuw scherpstellen op dat gezicht bijvoorbeeld. Nou, dat kan hij niet alleen maar met mensen. Dus dat automatisch overpakken van de autofocus op het kernelement, maar dat kan hij ook met dieren en ook met voertuigen, vliegtuigen, motoren, treinen, et cetera. En het aardige is dan dat hij al die onderwerpen, mensen, dieren, voertuigen, ook nog allemaal tegelijk kan detecteren. Maar de volgorde is dan natuurlijk mensen boven dieren en dieren boven voertuigen. Dat is ook logisch, hè? Want als je een mens in een voertuig hebt en je hebt dit systeem, dan gaat hij de coureur in de auto herkennen of de motorrijder op de motor. En op die manier kan je vertrouwen op die automatische functies. Maar natuurlijk heeft de camera ook alle traditionele functies waarbij je gewoon zelf je scherpstelpunt bepaalt. Dynamische autofocus, een breedveld, et cetera, autofocus type. Maar de intelligentie van de camera, die maakt eigenlijk het verschil met de beleving in autofocus. En is ook het grote verschil met een spiegelreflex. Dat is merkbaar. Nou, dan is er nog een heel ander aspect aan. Eigenlijk hebben we nooit gezien dat en Vincent vertelde dat ook al heel leuk, hè? Die gaf al even aan van wat voor hem de grootste vernieuwing is met de Z9. Even los van die superprestaties, is dat hij eigenlijk nu de vrijheid heeft om vanaf de grond of van een hoger perspectief diezelfde autofocusprestaties te krijgen als met de D6 of met de D5 alleen door de zoeker lukken. En die veelzijdigheid, het gebruik maken van het scherm achterop, dat begint steeds normaler te voelen voor iedereen, maar als je terugdenkt aan het gebruik van een spiegelreflex, ja, de meeste fotografen zullen geen sportfoto's maken in een live view stand. Hè. Die snelheid is daar niet toereikend voor. Een prima functie verder, maar niet voor die hoge snelheid. En dat is de grote verandering natuurlijk met zo'n systeemcamera, dat het schakelen tussen je scherm en je zoekerweergave, ja, dat gaat meteen. Onze kijker Nikon Amateur die geeft aan dat hij met een optische viewfinder weet, hè, hij krijgt licht in zijn oog en dat licht heeft een vertraging van afgerond 0 met een zoekerbeeld wat digitaal gegenereerd wordt,
heb je altijd enige vertraging. Dan hebben we het over latency. Nou, die latency, die vertraging, die kun je uitdrukken op meerdere manieren. Een van de dingen waar we bijvoorbeeld naar kijken is de vernieuwingsfrequentie van een zoeker. Nou, die is bij de Z9 heel hoog, maar er wordt ook nog gewerkt aan nog verdere verbeteringen. Een van de andere zaken is, wat is het pad van het elektronische signaal? Hoe snel kan die, nadat het in het echt gebeurt, het beeld in het zoekerbeeld weergeven? Nou, dat gaat bij de Z9 op de hoogst mogelijke snelheid die tot nu toe voor Nikon bereikbaar is. Hij is veel vlotter dan de Z6 en de Z7. En ik durf te zeggen dat je heel erg zal moeten zoeken naar het vertragingseffect. Maar als je inderdaad richting de 800 en de 1000 mm gaat, dan zal je daar een licht effect van merken. Maar een heleboel wordt al opgelost door het feit dat je, waarbij je bij een spiegelreflex alleen maar in het midden kan scherpstellen. En dus ook echt moet zorgen dat je onderwerp relatief in het midden van je beeld blijft, omdat je anders geen autofocus hebt. Wordt dat al opgelost met een Z9, omdat je door 90% van je zoekerbeeld kan scherpstellen. Die eventuele initiële vertraging die je krijgt in het starten van je penbeweging is daarmee eigenlijk al heel goed op te lossen. Daar komt nog bij dat die Z9 en net als alle andere Z-camera's een in-body image stabilizer heeft, oftewel je beeldsensor die is gestabiliseerd. En ik heb gemerkt dat wanneer je bijvoorbeeld met die nieuwe 100-400 gewoon uit de hand gaat lopen, zelfs als je naar het beeldschermpje achterop kijkt, wat een traditioneel gezien heel slecht idee is, hè, om met je telelens uit de hand ook nog in een hele onergonomische houding te gaan proberen te fotograferen op 400 mm. Dat dan nog het lukt om je onderwerp in frame te houden. Door die stabilizers, door die extra functies die de Z9 biedt en de goede autofocus. Dus ik zou echt zeggen, probeer het uit voordat je denkt, elektronische zoeker, ik weet niet of dat wat voor me is. Ik denk dat dat heel goed is om dat te gaan proberen. Dus tot zover mijn antwoord. Leuk om te vertellen ook dat de processing power van de Z9 gewoon heel goed is. Dat betekent dat hele basale taken zoals foto's selecteren, foto's bewerken in de camera, foto's in- en uitzoomen, die gaan gewoon nog weer veel sneller als dat het ging op de D5, de D6, de Z6 en Z2 en de Z7-2. Dus dat is wel echt super. En dan komen we misschien wel op het meest opmerkelijke aspect van de Z9. En dat is, hij heeft geen sluiter. Wel sluitertijd, maar geen sluiter. Dat is natuurlijk een beetje gek, want dat verwacht je niet. Een camera had tot voor zover bekend bij iedereen altijd drie hele belangrijke onderdelen. Een diafragma, een sluiter en een beeldsensor. En daar halen we dus nu eentje van weg. Ja, dat is best wel apart. Hoe kan dat nou? Nou, er zit wel iets in wat op een sluiter lijkt, maar het is geen sluiter. Het is een schild voor de sensor om te zorgen dat in het werkende leven van een journalist, een bruidsfotograaf en een sportfotograaf, komt natuurlijk snel stof en viezigheid in de buurt van de camera. En er zit dus nu een hard schild voor de sensor, wat ook niet met je vinger door te drukken is, zoals dat wel met een sluiter zou kunnen. Die dus de sensor beschermt. Daarnaast is het zo dat die sensor ook nog extra gecoat is om te zorgen dat er viezigheid en stof geen hechting kan krijgen op de beeldsensor. Dus dat is heel fijn. Maar nogmaals, wat je hier ziet is dus niet de sluiter zelf. En dat is omdat de camera gebruik maakt van een elektronische sluiter. Dat betekent, op een digitale manier wordt de beeldsensor uitgelezen. Die functie heb je ook op de systeemcamera's die Nikon al maakte. Dus die kon je activeren. Dat was dan de zogenaamde silent shooting mode, de stille fotografie modus. Maar dat was een optie en op de Z9 is die dus permanent. Nou, dat betekent dat de kortste sluitertijd ineens heel kort kan worden. Maar het betekent ook dat je niet de vertraging hebt van een mechanische sluiter en van een spiegelhuis bijvoorbeeld. En dat betekent dat de camera een maximum kan halen van 120 foto's per seconde. Dat kan die overigens niet op de hoogste resolutie en ook niet in RAW. Dat zijn namelijk 11 megapixels JPEG, maar wel volledige beelduitsneden, dus geen crop. De hoogste volledige resolutie die kan doen, dat is met 30 beelden per seconde in JPEG. Maar goed, op zich, heel veel sportfotografen fotograferen in JPEG. Dus ik denk dat die 30 beelden per seconde heel relevant is om te noemen. Wil je RAW fotograferen? Dat kan ook. En dan zit je aan een maximum van 20 beelden per seconde volledige resolutie vast.
Rolling shutter is een term, vraagt de Nikon amateur, die we kennen uit de videowereld. En die staan even voor als ondertiteling voor je vraag. Dat betekent dat als jij een freeze frame doet, dus je zet een videobeeld stil en je hebt een bus die voorbij rijdt, dan staat die bus niet recht, maar scheef. Nou, dat is een aspect wat bij elke digitale sluiter, elektronische sluiter, enigszins een effect is. Maar het verschil is dat bij de Z9 dat effect zodanig geminimaliseerd is dat dat voor fotografie geen issue is. Ik heb zo meteen wel even een beeld van een golfer, hoe dat eruit ziet. Als je de slag bijvoorbeeld van een golfer neemt, dat is een beetje zo'nzelfde verhaal als dat je de wiekjes van een helikopter neemt. Er zit behoorlijk wat snelheid in. Die tik die bal krijgt, dat gebeurt met heel veel kilometers per uur. En dan zie je dat dat gewoon helemaal recht is. Dus inderdaad, dat is een van de speerpunten geweest bij de ontwikkeling van de Nikon Z9. Dus dat de engineers hebben gezocht naar een manier om daar om een spiegelreflexachtig beeld te krijgen. Nou, die 32.000 van een seconde is natuurlijk wel heel interessant. En ik ben benieuwd of er iemand van de kijkers is die weet welke spiegelreflexcamera van Nikon tot nu toe de snelst mogelijke sluitertijd had. Dus de vraag is eigenlijk welke digitale spiegelreflex van Nikon had de kortst mogelijke sluitertijd en welke was dat dan? Het was geen 32.000ste van een seconde, maar wel meer dan de meeste camera's. Dus dan vertel ik al een beetje iets. Welk model was dat? Ik ben benieuwd of jullie dat weten. Anders ga ik het zo vertellen. Maar om je even een gevoel te geven van die snelheid die camera heeft. Dan merk je dat dit soort foto's, Vincent vertelde er ook al even, op het moment dat je een kogel kan fotograferen die uit de loop van een geweer komt. Ja, dat was vroeger iets van wat je misschien eens in het jaar meemaakte, eens in het twee jaar. En niet door één fotograaf, maar door een groep fotografen. Dus die kans was eigenlijk minimaal. En nu zie je dat door die 120 beelden per seconde, dat iets is wat gewoon haalbaar gaat worden. En ongelooflijk natuurlijk dat mogelijk is in combinatie met die 32.000ste van een seconde, is dat wel heel erg gaaf. Hier zie je dat het voorbeeld waar we het net even over hadden. Links een voorbeeld van wat er gebeurt als je de silent shutter gebruikt. Terwijl de Z9 gewoon een rechte golfclub heeft. Ik zie nog niemand met de suggestie over welke spiegelreflex nou de kortste sluitertijd had. Ik ben benieuwd of jullie dat weten. Komt u maar door, zou ik zeggen. Dan hebben we het over snelheid. Voor degene die een Z9 heeft, misschien leuk om te vertellen dat in principe de camera 1000 beelden achter elkaar buffergeheugen kan hebben. Maar het hangt wel even af van wat voor compactvlees expreskaart je daarbij gekocht hebt. Dus informeer je voor aanschaf even over welke geheugenkaartentype zich daarvoor lenen. Ik weet in ieder geval dat Nikon zelf met de Cobalt-serie van ProGate, het merk, verder geen aandelen, maar dat die daarbij werken. En ook het merk Angelbeard een aantal kaarten maakt die echt in staat zijn om die hoogst mogelijke snelheid te halen. Maar niet elke kaart doet dat dus. Dus als het voor jou belangrijk is om echt die hele lange beursseries achter elkaar vol te houden, informeer je dan even over het kaarttype. Het is natuurlijk wel geweldig dat kan. En hier zie je eventjes een voorbeeld van hoe dat eruit ziet op het moment dat je met zo'n enorme snelheid fotografeert. Dan is er nog een aantal dingen. Het is de bouwkwaliteit. Die is gewoon op Nikon kwaliteit. Ik heb al eens de vraag gekregen van een proffotograaf. Goh, ik doe nou eenmaal wilde dingen vanwege mijn beroep met mijn camera. Hij krijgt zeewater, hij krijgt regenwater, hij krijgt noem het maar. Dan zeggen wij natuurlijk altijd, hoe voorzichtiger met je camera, hoe beter. Maar we weten ook, dat kan niet altijd. En diegene die vroeg aan mij, die fotograaf die vroeg aan mij, van goh, als ik de test zou uitvoeren, welke camera is dan beter? Een top spiegelreflexmodel of die Z9? Qua bouwkwaliteit, qua weersbestendigheid. En ja, heel veel mensen zouden dan zeggen, die Nikon spiegelreflexen die waren altijd top. We konden de Antarctica mee op, letterlijk. Maar ik zou eigenlijk zeggen, ik denk dat die Z9 hoger scoort. En ik kan je ook uitleggen waarom. Het systeemcamera die heeft natuurlijk als voordeel dat er minder bewegende onderdelen zijn. Ja, een spiegel is een bewegend onderdeel, een sluiter is een bewegend onderdeel. Ze is gevoelig voor temperaturen.
gevoelig voor slijtage, gevoelig voor tordering, niet onbelangrijk. Dus dat zijn aspecten die ervoor zorgen dat een spiegelreflex op dat gebied al meer te verduren heeft. Maar misschien nog wel belangrijker is dat het hele zoekbeeld voor een systeemcamera vacuüm is. Hè. Er zit geen verwisselbaar matglas in, er zit geen lucht in die heen en weer kan bewegen. Dus dat betekent dat je ook gewoon veel minder condens en dat soort zaken in het toestel krijgt. Mijn ervaring in ieder geval is dat de Z9 tot zover onverslijtbaar is gebleken. Met ook nog het voordeel dat je een kantelbaar scherm hebt. Ik denk dat ik het moet verklappen. De snelste camera tot nu toe, dat was een 1/16.000ste. En die haalde je op een Nikon D1, de eerste spiegelreflex en de D1H. Dus bij deze je antwoord. Qua resolutie overigens natuurlijk een lange tijd geleden. Hè. Dan heb je het over 4 megapixel camera's. Dus net even een ander soort van resolutie. Ik kom een beetje aan het einde van mijn verhaal eigenlijk. En ik vind het leuk om te zien dat iedereen is blijven plakken. Dus hartstikke leuk. Als jullie nog vragen hebben, dan voel je je vrij om die te delen. Verlichte knoppen. Ik kan er nog even mee afsluiten. De Nikon Z9 die heeft verlichte knoppen. Dat is natuurlijk erg lekker voor nachtfotografie, voor moeilijke lichtomstandigheden, voor tegenlicht. Dus stelt je net even in staat om je knoppen sneller te vinden. Misschien nog leuk om wat te vertellen over video. Video-aspecten van de Nikon Z9 zijn natuurlijk super. 8K, misschien zegt jullie dat wel eventjes, maar dat is 4 keer een 4K resolutie. Hè? Dus bijna 32 megapixel video, dat doet hij met 30 beelden per seconde. Maar er komt ook nog een update naar 60 beelden 8K video. Dus dat is super. Ik zie dat ik 1 vraag gemist heb. Even zien, Martin. Ik zie jouw vraag niet zo 1, 2, 3 terugkomen. Dus wellicht dat je die voor mij nog eventjes zou willen typen, want ik zie hem niet staan. Dus alsjeblieft laat dat nog even weten. Een van de gave dingen van de Z9 is dat je, omdat die videoresolutie zo hoog is, in 8K video ook nog frame stills kan maken. Dus een video kan omzetten naar een foto, oftewel je haalt een foto uit een stuk video. Dat kan dus door die resolutie, 32 megapixel. Is natuurlijk een JPEG beeld en zal afhangen van je sluitertijd die je dan tijdens het video maken gebruikt hebt om te bepalen of dat dan een succesvol idee is. Maar in ieder geval het feit dat dat kan legt natuurlijk de grens tussen foto en video weer dichter bij elkaar. Ik zie dat Martin je vraagt als je voor scherpstelling op gezichten, als je dat wil gebruiken. Gebruik je dan autofocus continu? Ja, zou ik zeker doen. Hè? Want vaak juist die kleine wisselingen in afstand, die zijn belangrijk. En gebruik je daarbij 3D autofocus plus onderwerpherkenning? Nou, het kan allebei. Hè? Je vraagt ook van, goh, zou die Wide S gebruiken? Het aardige is eigenlijk het volgende. Op het moment dat je die Wide S gebruikt, dan kan je afdwingen dat de camera alleen maar binnen een bepaald gebiedje de autofocus gaat activeren voor de oog- en de gezichtsherkenning. En dat kan heel fijn zijn op het moment dat je meerdere onderwerpen in één beeld hebt. Dat kan zowel met die Wide L als met de Wide S. En dat betekent dat jij kan zeggen van als dit mijn hele frame is, dan kan ik zeggen of dit stuk, daar mag de camera gezichten in zoeken. Het voordeel is dat het dan ook nog eens beter werkt, hè, want de camera die kan veel meer data-analyse uitvoeren op dat kleine stukje van het beeld dan het hele grote stuk. En daarmee kan je dus heel goed afkaderen waar die gezichtsdetectie moet gebeuren. Bij de 3D autofocus werkt het net even wat anders. Want daar begin jij met aanwijzen van welke locatie in het beeld de camera gaat beginnen met scherpstellen. En de camera zal hem voor jou automatisch verplaatsen door het hele beeld. En dat is natuurlijk ook heel gemakkelijk, maar is een hele andere aanpak. Dus ik zou zeggen, wanneer je beweging verwacht, dus wanneer je snel op het onderwerp afloopt, wanneer het onderwerp van links naar rechts in je foto beweegt, dan zou ik gaan voor die 3D autofocus. Terwijl op het moment dat je een soort van portretsetting hebt, maar je wil wel rekening houden met een model wat dichterbij en verder weg bij de camera komt, dan zou ik gaan voor die instelling, dus Wide S of Wide L, in combinatie nog steeds met autofocus continu.
Ik hoop dat je daarmee een antwoord hebt op je vraag. En wat mij betreft is dat ook een wrap. Ik vond het echt super leuk dat jullie zoveel vragen in de chat hebben gesteld. Echt leuk. Ik vond het verhaal van Vincent fantastisch. Dus ik heb een hele goede avond gehad. Ik hoop dat jullie dat ook hebben gehad. Ik wil heel graag het hele team van CameraNu.nl bedanken. En natuurlijk Vincent voor hun geweldige inzet. En ik zou zeggen, ik hoop dat jullie de volgende keer weer zijn.